Geachte aanwezigen, bij deze wil ik de raadscommissievergadering van 6 maart 2017 openen. Van harte welkom, mensen op de tribune, pestribune. Raadscommissie, van harte welkom. College, van harte welkom. En daarmee wil ik vertellen dat mevrouw Lasje later komt en meneer Kouwen afwezig is van het CDA. En daarmee heb ik de opening gehad. En ga ik over naar agenda punt 2. We hebben het spreekrecht van de burgers staan als agenda punt 2. We hebben geen aanmeldingen ontvangen. En daarmee is agenda punt 2 ook. Het gaat snel zo. Agenda punt 3, vaststelling van de agenda. Voor u ziet u de agenda, zoals voorgesteld. En ik wil voorstellen om die zo te behandelen. Geen opmerkingen en daarmee is de agenda vastgesteld. We gaan over naar agenda punt 4. Invulling financiële ruimte. Meneer Van Leeuwen is portefeuillehouder en meneer Van Leeuwen heeft een nare uiterlijk, mag ik het zo zeggen? Dat klinkt heel bizar, maar als u hem ziet, dan weet u wat ik bedoel. Nou, kijk, ik kan als u zeggen, ik ben tot de Piratenpartij. Als u mij vergelijkt met uw partijgenoot, dan kan ik me er wat bij voorstellen. Want die doet het net zo goed als Jesse Klaver, heb ik het idee. Heb je ook al een Kamer Gotti of nog niet? Dat nog niet, dat nog niet. Nou, ik denk dat het goed is om even in één keer het verhaal te vertellen. Ik kreeg vrijdag een week geleden wat last van uitvalverschijnselen in het oog, wat zwarte vlekken. Dat ging ook weer over. Maar ik was niet helemaal gerust erop, dus ik ben woensdag bij de huisarts geweest. Die probeerde mij gerust te stellen, maar zei, ga toch maar even naar je oogarts. Daar ben ik vrijdagochtend geweest. Was ik uiteindelijk om 12 uur aan de beurt. En om 11:55 zei hij, ik ga nu bellen met de specialist in Groningen, want uw netvlies laat los. Dus wij zijn, mevrouw en ik, in vliegende vaart naar Groningen gereden. En daar lag ik om goed 3:15 op de operatietafel. En het is een ingreep die ik u allen niet toewens, want ik vond het niet echt prettig. Nou, het herstel gaat in eerste instantie, over 2 weken moet ik terug voor controle. Ik ben 2 keer geweest voor de oogboldruk, want ze spuiten er een gas in om het netvlies op zijn plek te houden. En het totale herstel kan 3 tot 6 maanden in beslag nemen. Maar er is weer licht als ik 's morgens kijk, dan zie ik de tegeltjes van de badkamer en mijn oogdruppeltjes, het pipetje, dat zie ik ook weer van dichtbij. En zaterdag zag ik nog niks, dus er zit vooruitgang in. En met mijn andere oog kan ik volgens de heer Van Martels alles nog altijd zeer scherp in de gaten houden. Dus u bent gewaarschuwd. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. En we wensen u van harte beterschap en voorspoedig. Dat gezegd hebbende is aangeschoven mevrouw Volkering. Van harte welkom als ambtelijke ondersteuning voor meneer Van Leeuwen. Aan zijn linkerzijde, mocht hij het niet kunnen zien. we gaan het hebben over de invulling van de financiële ruimte. Het is een voorbereidend besluitvormend onderwerp. Bij de behandeling van de programmabegroting is besloten het college te vragen om in maart 2017, dat is nu, een voorstel voor te leggen over het beleid met betrekking tot financiële meevallers en over de invulling van de financiële ruimte over de komende jaren. Er komt namelijk een structureel voordeel van zo'n 1,5 miljoen euro vanaf 2020 vrij. Afgelopen januari is het proces besproken en nu komt het aan op de keuzes. Het college stelt voor de financieel-technische onderwerpen met prioriteit 1 ten laste te brengen van de harde beschikbare financiële ruimte en de overige inhoudelijke onderwerpen te betrekken bij de perspectiefnota 2018. Er zijn wat technische vragen gesteld door de Partij van de Arbeid en door de VVD. U heeft daarvan kennis kunnen nemen via het raadsinformatiesysteem. Ik stel voor om te behandelen in 2 ronden. Informatief waarin u uw vragen kunt stellen. En daarna gaan we over tot de opinie. En zal ik proberen samen te vatten. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 1 vraag. Die vraag verdient wel even een inleiding. De nota is duidelijk. Deze geeft goed weer waar vraagtekens zitten met betrekking tot de daadwerkelijke financiële ruimte. Ook lees ik terug in de uitwerking van de technische onderwerpen dat er nog wat omissies in de financiën zaten,
Om maar een paar voorbeelden te noemen, de rentesystematiek als gevolg van de wijziging in de BBV, dit wisten we, dus de gevolgen konden we mijns iets overzien. Het inzetten van de reserves voor structurele uitgaven, dit is ook niet nieuw, dus konden we ook overzien. Mijn vraag is dan nu ook, klopt mijn gevoel dat we te vroeg gejuicht hebben met betrekking tot de financiële ruimte? Dank u wel, mevrouw Rameman. Wie heeft nog meer vragen omtrent de invulling? Meneer Kleinkoerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het voorstel invulling financiële ruimte, conform wat we eigenlijk afgesproken hebben. Maar er wordt gevraagd nu een beslissing te nemen, terwijl we lang niet alle in- en outs weten. Dus ik zou de wethouder willen vragen van, als wij dit stuk totaal opnemen in de perspectiefnota, zijn er dan nadelige gevolgen? Heldere vraag, meneer Kleinekoekamp. Verder geen vragen aan de orde, dan wil ik... Neem me niet kwalijk, meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb even een korte vraag. Dat is een beetje naar aanleiding van de vraag van het CDA, omdat ik er iets een andere kijk op heb gehad, kennelijk. Dus ik stel de vraag even samengesteld op de onderwerpen die ik ook technisch al gevraagd heb. En die luidt dan als volgt, is het niet zo dat we met die onderwerpen, die financieel technische harde onderwerpen, dat we daar in wezen de techniek weliswaar veranderen van onze begroting, maar dat feitelijk we natuurlijk niet ingrijpen op wat het resultaat of anderszins er ook maar zou zijn. Dank u wel, meneer Wildvank. En meneer Nijkamp, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een paar vragen. Allereerst, is er iets al te zeggen over de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot de structurele ruimte in de begrotingen? Tweede punt is, is er per onderwerp nu alles of niets? Je ziet wel iets van een aanloop in de loop van de jaren, maar verder lijkt het toch een beetje een alles of niets situatie. Is dat juist geconcludeerd of kunnen we daar genuanceerder tegen aankijken? En de derde is ook puur een hele praktische. Zwarte cijfers op donkerblauwe achtergronden, die zou ik graag willen vermijden. Maar dat is met name omdat je het bijna niet kan lezen. Maar dat terzijde. Dat wat de techniek betreft. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Wij zien ook een aantal onderwerpen terugkomen die meer te maken hebben met het reguliere proces en eigenlijk niet zoveel te maken hebben met de invulling van die financiële ruimte, denken wij. Maar misschien zien we dat verkeerd. Ik noem even als voorbeeld ambities op het gebied van duurzaamheid, plan van aanpak voor de asbestsanering. Onze vraag is van waarom staan die hier bij genoemd en die horen toch thuis in het reguliere proces. Een andere vraag die we hebben, stel we kiezen ervoor om de prio 5 onderwerpen niet mee te nemen. Betekent dan bijvoorbeeld dat er geen centrumvisie meer komt? Dat zijn toch onderwerpen die we ook in de raad al behandeld hebben. Voor mij was dat even niet duidelijk van hoe dat precies zit. En dan heb ik nog één laatste vraag en dat gaat over het nieuwe werken. Dan wordt een post vanaf 2018 opgenomen voor 40.000 euro per jaar. Als het goed is, levert het nieuwe werken ook iets op. Is dat niet meegenomen of zijn het alleen sectorkosten? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen om het alleen bij vragen te houden. En dat is met name de vraag waarom dat dekking uit apparaatkosten nu in één keer uit de financiële ruimte moeten komen. En waarom dat ze niet in de begroting zijn opgenomen. De vraag waarom dat verankering burgerparticipatie niet is opgenomen bij de definitieve keuze met een hogere prioriteit. Omdat in de bijlageboeken pagina 26 wel het belang van extra investeren in burgerparticipatie goed is omschreven. Dan een beetje analoog aan mijn collega van de VVD de vraag naar de middelen begroot voor structurele kosten bij applicaties. 44.000 euro per jaar, dat moet nou in één keer. Ik zou denken, maar dat is dan ook een vraag, dat bij aanschaf van deze applicaties de incidentele en structurele kosten bekend zijn en in de begroting kunnen worden verwerkt. En waarom het achterstallig onderhoud nu in één keer boven komt drijven en hoe dat überhaupt die 270.000 is samengesteld, omdat in het bijlageboek dat niet heel duidelijk is voor mij. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers.
kijk naar meneer Van Leeuwen, die is nog druk aan het schrijven. Mag ik u het woord geven, meneer Van Leeuwen, om de vragen te beantwoorden? Ja, ik moest even iets verifiëren voordat ik wat verkeerd zeg, voorzitter, maar dank u wel. De vragen, voor zover ik ze kan beantwoorden, ga ik dat doen. En ik hoop dat u daarna mevrouw Volkenink in de gelegenheid wil stellen. Mevrouw Rameman is bang dat we te vroeg gejuicht hebben. U heeft mij niet horen juichen, maar dat zou kunnen, dat weet ik niet. U vraagt het inzetten van de reserves. Dat gebeurde structureel. Hoe kan dat nou ineens naar voren komen? Nou, dat is nu net het gevolg van het onderzoek dat we ingezet hebben. We hebben in november met elkaar gesproken over de begroting. Daar heeft de Raad gezegd van nou, wij zouden toch wel heel graag zien dat gelet op de te verwachten voordelen dat u eens gaat kijken van waar zit dat nou, hoe zit dat nou en wat zouden we ermee kunnen. Daar hebben we een tussenrapportage ook van gehad, zoals u weet. En uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er op een verkeerde manier omgegaan is met reserves. En daar werd geld uitgehaald, structureel geld. Dat werd structureel ingezet, laat ik het zo zeggen. En dat werd uit een reserve gehaald. Nou, dat mag absoluut niet volgens de nieuwe voorschriften van BBV. En daarom stellen wij voor om dat in een paar stappen te veranderen. Want wij worden daar door de provincie over op onze vingers getikt. Dus dat is uit het onderzoek intern wat we gedaan hebben naar voren gekomen. Gemeentebelangen zegt als het naar de perspectiefnota zou gaan en we kunnen het dan in één keer beoordelen. Dan vertaal ik het even vrij, vloeit daar bloed uit. Voor zover ik weet en wat ik ook net gehoord heb, is het antwoord nee, daar vloeit geen bloed uit. U kunt besluiten om het vanavond te bespreken, maar om de definitieve keuzes, als ook het onderzoek waarop de heer Wildvank, geloof ik, doelde. Als die cijfers bekend zijn, en ook de heer Nijkamp vroeg daar even naar, dan kunt u het in één geheel bekijken. Dus dat hoeft niet direct een probleem op te leveren. Meneer Wildvank zegt, de financieel technisch harde onderwerpen, die hebben geen verandering in het resultaat. Dat is een technisch verhaal waar ik mevrouw Volking de exacte invulling van wil geven. Maar als ik het goed heb, is het verschil of dat het op je balans staat of dat het in je begroting staat. Hè? Maar daar zal zij misschien zo nog even de exacte feiten van. Dus het heeft wel invloed op je resultaten uiteindelijk. ChristenUnie, is er al zicht op het resultaat van een onderzoek? Daar zijn wel eerste resultaten zichtbaar, maar daar zijn ook nog wat discussiepunten. U weet, in het verleden heeft de Raad een afspraak gemaakt met het college en de ambtelijke organisatie dat het geld dat beschikbaar is voor de ambtelijke organisatie, dat mag daar ook aan besteed worden. Daar wordt nu niet verder meer op gekort, die afspraak die ligt er. Als er dan bijvoorbeeld blijkt dat je daar jaarlijks wat op overhoudt, ja, dan stuur je misschien niet goed, maar dat geld kun je niet zomaar weer afpakken, want we hebben afgesproken dat we dat niet zouden doen. Dus daar hou ik nog even een slag om de arm. Maar in de orde van grootte van structureel 150.000 à 200.000, reken ik wel op. Is het alles of niets? Het is zometeen inderdaad wel een keuze van we gaan dit doen en we gaan dat niet doen. Daar maakt u echt een keuze in. We gaan niet alles een beetje doen. Nee, we gaan het of goed doen of we gaan het niet doen. Is dat wat u bedoelt? Nou ja, daarmee zegt u dat de onderwerpen zoals ze benoemd zijn. En ik neem dan even als voorbeeld de formatieruimte. Dat is alles of niets wat u betreft. Ja. Als het gaat over onderhoud voor infrastructuur, dan is het alles of niets. Ja. Daar zou je dus nog wel wat genuanceerder naar kunnen kijken. Die laatste niet meer. Oké, maar dan gaan we echt op de inhoud in, dus dat moeten we nu niet doen. Nee, we moeten ook niet doen. De benadering is alles of niets. Maar die laatste kunt u van mij aannemen dat daar voorzitter nu gaat ingrijpen. Oké.
We zijn bezig met de beantwoording en u vroeg om een specificatie. En we kunnen het er straks over hebben. Oké. En u heeft liever zwarte cijfers op een blauwe ondergrond. Nou, ik ben al lang blij dat het zwarte en geen rode cijfers zijn, want dat zal u ook niet willen natuurlijk. VVD, plan van aanpak asbest en duurzaamheid. Waarom zit dat hier nu in? Omdat we dat recentelijk behandeld hebben. We weten dat die kosten komen. Komt er dan geen geld beschikbaar voor de centrumvisie? Ja, dat komt zeker wel beschikbaar. Maar dat komt als u straks in het najaar, oktober, een besluit neemt over die centrumvisie. Dan moet daar een financiële onderbouwing bij komen. En dat weet ik op dit moment gewoon nog niet. Het nieuwe werken levert ook iets op. Ja, dat levert zeker iets op. Een stuk, en dat is vooral gericht op eigen verantwoordelijkheid van mensen. Op het proactief handelen en niet afwachten tot je een opdracht krijgt. Dat levert het absoluut op, want dat zien wij dagelijks gebeuren. Maar daar moeten wel wat investeringen ook op gedaan worden. Het is met name het nieuwe werken, dat is niet zozeer dat alles veel efficiënter gebeurt. Nee, de mensen zijn veel meer zelfverantwoordelijk, zijn veel meer taakbewust, zijn ze bezig. En zo moet u dat nieuwe werken meer zien. Daarnaast wijs ik ook daar weer op, als we het wat slimmer kunnen doen en het is iets efficiënter, dan nog blijft dat geld binnen de organisatie en kan dat weer op een andere manier ingezet worden, want die afspraak die ligt er. D66, waarom verankering van de burgerparticipatie? Omdat wij en de Raad dat een heel belangrijk onderwerp vinden. En daarom hebben we gedacht van nou, dit is een mooi onderwerp om nu mee te nemen. Structurele kosten voor applicaties, die zie je toch van tevoren als je ze aanschaft. Ja, wij weten dat er binnenkort een paar nieuwe applicaties moeten komen. Wij weten wat voor kosten daarbij zijn en die hebben we dus ook opgevoerd. Komt achterstallig onderhoud ineens bovendrijven? Nee, dan wijs ik toch ook even naar het antwoord aan mevrouw Rameman. Wij hebben intern is er een flink onderzoek geweest. En daarbij is het een en ander boven komen drijven. En dat is nu aan het licht gekomen. En nogmaals, er is in de organisatie is ondersteboven gehouden, er is flink geschud en er kwam van alles kwam uit de zakken vallen. Dat is het verhaal, voorzitter. En misschien dat mevrouw Volkering nog even wat mag zeggen. Mevrouw Volkering, aan u. Het ging over de techniek, zeg maar. Tot op heden werden structurele uitgaven ten laste gebracht van reserves. Nou ja, dat is niet in overeenstemming met wet en regelgeving. Daarom wordt voorgesteld om dit geleidelijk op te gaan nemen in de begroting. Dat is dus daarmee niet budgetneutraal, omdat de reserves hebben invloed zeg maar, op de balanspositie en de uitgaven die hebben, maar die dienen in de exploitatie opgenomen te zijn, zeg maar. Dus dat is de resultatenrekening. Dus daarmee is het niet budgetneutraal. Dank u wel voor de beantwoording, mevrouw. Mag ik daar nog een aanvullende vraag op stellen? Meneer Wildvank en daarna meneer Rooijakkers. Neem me niet kwalijk. Ja, ik ben voor vrouwen. Het is niet budgetneutraal, zegt u, hoor ik goed. Maar het doet dan toch ook niet af aan je financiële positie. Of je het op je reserves ergens laat landen of in je begroting opneemt. Uiteindelijk doet het niks in je, houd maar even huiselijk, doet niks in je portemonnee. Dat klopt, die reserves blijven daarmee staan. Eén keer in de 4 jaar wordt door het college een nota reserves en voorzieningen opgesteld. Daarmee worden de reserves beoordeeld. Het zou zo kunnen zijn dat dan wordt voorgesteld om de reserves op te heffen. En dat vloeit dan weer terug naar de algemene middelen. Daarmee blijven die middelen natuurlijk wel bestaan. Dank u wel, mevrouw Volkerink. Meneer Rooijakkers. Even nog als gedachtegang daarop. Sterker nog, omdat je nu niet meer rente toerekent aan die reserves en dus die rente komt dan ook niet meer ten laste van je resultaat, heb je in feite ook een hoger resultaat dan wanneer je die rente wel
toerekent. Dus volgens mij is het een beetje broekzak, vestzak, maar goed, dat wordt een beetje technisch. Ik heb volgens mij nog twee aanvullende punten die op misverstand berusten. Vroeger zei ik, de wethouder heeft mij verkeerd begrepen, maar nu zeg ik, misschien heb ik de vraag niet duidelijk genoeg gesteld, wethouder. Dat ging over die structurele kosten van die applicatie van de 44.000. Want mijn punt was, u zei van, ja, we hebben er rekening mee gehouden. Nee, u hebt er geen rekening mee gehouden. Want die hadden al in de begroting moeten zitten, naar mijn mening, op het moment dat u ze aanschaft. En nu komt het achteraf op ons af als iets wat nu zeg maar als een duveltje uit een doosje komt. En datzelfde geldt voor de burgerparticipatie. Ik weet dat het is opgenomen, maar er is geen geld voor opgenomen. De prioriteit is niet hoog genoeg gesteld. Meneer Van Leeuwen, mag ik even onderbreken? Nee, geeft niet. Ik wil welkom heten mevrouw Lasje. Want die heeft de vergadering, of is aangeschoven aan de vergadering. En ik wil de vragen die niet of onvoldoende beantwoord zijn even inventariseren. Zodat we even een structuur in de vergadering krijgen. Waarbij meneer Royakkers al heeft gevraagd. Zijn er nog meer vragen die open zijn blijven staan? Of aanvulling behoeven? Meneer Veldhuis, VVD. Een technische vraag wellicht. Op het moment dat je een aantal jaren reserves gebruikt hebt voor structurele uitgaven, dat mag niet, geeft u net aan. moet dat ook hersteld worden of blijft dat zo staan zoals het nu is? Mevrouw Ramerman, CDA. Nog even verduidelijken over de antwoord over het inzetten van de reserves voor structurele uitgaven. Volgens mij was dat ook bij de bespreking van de BBV al duidelijk. Dus volgens mij hadden we daar al rekening mee kunnen houden. Meneer Van Leeuwen. Ja, mevrouw Ramerman, u heeft volkomen gelijk als we dat hadden geweten. Nee, we wisten dat op dat moment niet. Dat is juist uit dat interne onderzoek is dat naar voren gekomen. Daaruit bleek dat hoe daar met die desbetreffende reserves is omgegaan. En daar zijn we van geschrokken, want dat mag gewoon niet. Dus wij wisten op het moment van de begroting niet dat dat op die manier gebeurde. Ja, we hadden het moeten weten. Dat ben ik met u eens. Meneer Royakkers, u heeft gelijk. Dat is natuurlijk ook fijn voor u om eens te horen. Die 44.000, die is ook ineens naar voren gekomen. Die had gemeld moeten worden, is niet gemeld. En dan de technische vraag, daar kan misschien mevrouw Volkering nog even wat van zeggen. Ja, u vroeg of dat hersteld moet worden. Nou ja, die structurele uitgaven, er zijn al uitgaven gedaan zeg maar, uit die reserves. Dat is dus niet conform regelgeving. Maar we gaan nu ook niet per direct dat wijzigen. En we laten dat ook geleidelijk ingroeien in de begroting. Dus het is niet zo dat... daarmee laten we de toezichthouder zien dat wij dat oppakken. Maar niet per direct zeg maar, alles in één keer oppakken. Zeg maar. Dank u wel voor de aanvulling, mevrouw Volkering. Meneer Veldhuis, laatste vraag. Dat betekent, wat ik u eigenlijk hoor zeggen, is dat het wel gebeurt, maar heel geleidelijk. Ja, dat klopt. Sorry, mevrouw de voorzitter. Dat klopt, dan heeft u het correct. Nu heb ik een voorbeeld, hè, waar er dus 100.000 euro onttrokken wordt aan de reserve jaarlijks voor structurele inzet, gaan wij dat in stappen van een aantal jaren afbouwen. Dus we stellen voor om er 25.000, 50.000, 75.000 iedere keer structureel in te bouwen in de begroting. En op het laatst heb je hem erin gefietst en dan... is de reserve niet meer nodig voor dat doel en heb je het structureel in je begroting zitten. En dat is een methode die prima geaccepteerd gaat worden. Maar dan voorkom je dat je in één keer 100.000 euro daarvoor moet beschikbaar stellen. Dus we doen dat in kleine porties. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Van Leeuwen. Ik wil over naar de opinie van de fracties. Meneer Kleine-Koerkamp. Dank u wel, voorzitter. Ja, alles gehoord hebben, ligt er een voorstel wat goed geschreven is, wat duidelijk is, maar wat bij ons toch de nodige vragen oproept. Het is ook conform wat we afgesproken hebben. Alleen we moeten nu een beslissing nemen over enkele punten, terwijl er nog heel veel punten open liggen.
En als alternatief schrijft u ook al in een stuk dat het ook in de perspectiefnota 2018 behandeld zou kunnen worden. En onze voorkeur gaat er naar uit dat we dit hele stuk inbedden in de perspectiefnota, zodat we dat met alle in- en outs kunnen beoordelen en daar een besluit over kunnen nemen. Dus wij gaan, we doen het verzoek om het in de perspectiefnota compleet te behandelen. Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. En daarmee is het een ordevoorstel waar de andere fracties, waar ik wil vragen om daarop te reageren. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Alleen nog reactie hierop of maar gewoon opinie? Graag uw opinie, okay. Neem me niet kwalijk. Ja, okay. Natuurlijk. Zoals net al gezegd, dank voor de duidelijke nota. Het college stelt voor om financieel-technische onderwerpen met prio 1 te lasten te brengen van de harde beschikbare ruimte en het overige door te schuiven naar de perspectiefnota. Deze begrijpen wij als CDA volledig. Je moet niet uitgeven als je nog niet zeker weet wat je wel of niet hebt. Daarnaast zijn we van mening dat er voldoende middelen beschikbaar moeten blijven voor volgende periode, zodat er dan ook nog geïnvesteerd kan worden. De nota lezende hebben wij de voorkeur om dan maar alles door te schuiven naar de behandeling van de perspectiefnota, zodat we een compleet beeld krijgen van de financiële situatie binnen ons gemeente. Waarom stellen wij dit voor? In de nota staan diverse onderwerpen die wij erg belangrijk vinden, maar waar wij nog geen financieel plaatje bekend is. Om maar een voorbeeld te noemen, het onderwerp duurzaamheid. Een onderwerp waar wij al geruime tijd aandacht voor vragen en wat ons, zoals eerder al is aangegeven, veel te lang duurt. Ook de centrumfusie past in het rijtje. Gezien de onderbouwing van de onderwerpen bij de financieel-technische onderwerpen zien wij geen problemen ontstaan als we dit dan ook even parkeren. Dus we gaan ervoor om alles door te schuiven naar de perspectiefnota, waar we een totaalbeeld verwachten van de financiële situatie van de gemeente Dalfsen, zodat we een gedegen en weloverwogen keuze kunnen maken. En daarnaast wil ik nog een aanvulling doen naar de discussie van vanavond. De reserves vallen nu 1 keer per 4 jaar vrij. Aangezien we nu een andere constructie gaan doen, is het misschien een tip om 1 keer per 2 jaar vrij te laten vallen, zodat we de postjes wat beter verdelen. En ook dat is een ordevoorstel. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik ga er geen ordevoorstel aan toevoegen, want die zou maar zo kunnen zeggen, laten we er dan maar over ophouden, maar kennelijk valt het naar de perspectiefnota. Daar maken we ons nog druk over. Maar ik ga toch gewoon mijn verhaal maar even oplezen, als u het niet erg vindt. Want het voorstel is inderdaad duidelijk en helder uitgewerkt. Maar we zijn het er ook mee oneens. Met name wat betreft de kosten die gerubriceerd worden onder invulling financieel-technische onderwerpen. En niet zozeer dat we die onderwerpen onder die noemer niet erkennen, maar ze zijn terecht en reëel. Alleen ze zijn er op een andere manier dan weliswaar altijd wel geweest en zullen er ook altijd wel blijven. Het is een boekhoudkundige techniek die maakt dat je het anders gaat doen. Niet onbelangrijk, maar het past niet bij een voorstel voor de besteding van extra financiële ruimte. Dat ze nu als een harde post worden opgenomen is echt wel terecht, nogmaals, maar het is een papieren exercitie. En feitelijk dus budgetair neutraal. Daarom zouden ze gewoon regulier in de begroting moeten worden opgenomen en dat pas na de perspectiefnota. Dus in zoverre gaan we akkoord met het voorstel van gemeente Lange en CDA. Maar, daar blijft er nog wel wat over. En die overblijvende voorstellen vallen uiteen in twee categorieën. Enerzijds, ik noem het even oneerbiedig, enerzijds het witwassen van een aantal formatieve problemen. En anderzijds een paar relatief wat kleinere onderwerpen. En laat ik het eenvoudig houden. De inhoudelijke onderwerpen, die zijn zo gek nog niet. Daar zouden we direct mee willen instemmen. Daar zijn we in ieder geval niet op tegen. De investeringen in het ambtelijk apparaat, daar hebben we wat meer moeite mee. Dat zou eigenlijk niet langs deze weg moeten. Dat moet gebeuren natuurlijk bij de reguliere vaststelling van de begroting. Feitelijk zegt u namelijk, we hebben niet goed begroot. Dat heeft geleid tot een aantal formatieve problemen. En dat gaan we nu in één klap, in één keer oplossen. Begrijp me goed, ik verwijt niemand iets, want ik herken maar al te goed de weerbarstigheid van die materie. En we willen er te zijner tijd ook best mee instemmen, onder de gelijktijdige afspraak dat het dan in de toekomst wel iets beter begroot gaat worden. Nu, wat mij betreft, de financieel-technische onderwerpen vervallen, is het voorstel dus niet klaar, dat klopt. Er moet een aanvullend voorstel komen, behalve dan wat betreft die inhoudelijke onderwerpen, daar zouden we wel graag mee willen instemmen en willen door laten zetten. Ik ben niet zo bang dat we in één keer voor de komende jaren niks te investeren hebben, volgens mij zit er wel ruimte genoeg in. Dus kortom, aanvullend voorstel voor wat betreft die financieel-technische onderwerpen. De investering in het ambtelijk apparaat langs een andere route via de perspectiefnota.
En die kleinere inhoudelijke onderwerpen nu maar vaststellen, zou ik zeggen. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Ik begrijp dat de Partij van de Arbeid behoorlijk kritisch reageert. En ik ben dat eigenlijk ook wel. Ik heb in mijn inbreng bij de financiële beschouwingen op 31 oktober geciteerd dat er volgens het college ongeveer 1,2 miljoen financiële ruimte in de komende 4 jaar zou zijn. En ik heb eraan toegevoegd dat zonder alle reserves voor eventuele tegenvallers, dat die ruimte echt meer dan het dubbele zou zijn. Nog los van de vele miljoenen die als opbrengst uit het grondbedrijf worden verwacht. Vervolgens heeft u de raad een beetje een worst voorgehouden van, gaan we eens kijken hoe we die financiële ruimte gaan invullen. En wat blijkt nu? U presenteert het zo dat we helemaal niks kunnen invullen, dat er geen keuzemogelijkheden meer zijn, dat alles al volgens prioriteit 1 vast ligt om zeg maar foutjes goed te maken, dingen die vergeten waren. En nou ja, mijn collega Wildvank die heeft het over witwassen van formatieve uitbreiding. Ik heb het even opgeteld. In de begroting waren er al meer dan 3 FTE's extra. En als ik nu deze meetel en ook nog wat er straks in het sociaal domein is, dan hebben we het al over 750.000 per jaar aan extra formatieve kosten. Dus ik wil dat toch nog wel even onder de aandacht brengen. Ik weet dat u bij de voorstellen van de verbouwing en de hele formatie en de organisatie van de gemeente heeft gezegd dat het geen zaak is van de raad en dat het uitsluitend ter informatie was. Maar het komende is dat wij wel altijd over het geld gaan en we geen mening mogen hebben over de formatie. Dus dat is toch wel een kritische opmerking die ik heb over het functioneren van de gemeente in het algemeen, niet alleen in Dalfsen. Dat er van die ruimte niks overblijft voor ons om beleids aandachtspunten te hebben, of het nou armoedebestrijding is, of een revolverend duurzaamheidsfonds, of andere zaken. Dat is gewoon een beetje frustrerend, dat merkt u wel, omdat ik dat ook een beetje frustrerend vind. Want per saldo is het achterstallig onderhoud en kosten die eigenlijk begroot hadden moeten worden, die nu op de lijst staan. En ik wilde daar nog een beetje parafraserend op wat de ChristenUnie zei. De ChristenUnie vroeg, is het alles of niets? Ik wil graag weten, is dit nu alles? Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. En kunt u aangeven of het voorstel van meneer Kleine-Koerkamp en CDA... Ja, daar ben ik helemaal voor, want dan hoop ik dat we ook wat realistischer kunnen zijn over al die tegenvallers die we verwachten en die al mee zijn gerekend bij het opstellen van de begroting. Want dan zijn we immers een half jaar verder en dan kunnen we ook kijken of dat al die voorgerekende voorzichtigheid in de begroting, of dat die ook reëel is, of dat we misschien toch wel ruimte hebben. Dank u wel voor deze aanvullende reactie. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Tijdens de behandeling van de programmabegroting in november hebben we als raad gesproken over de invulling van de financiële ruimte. Met als doel om wat extra te kunnen doen voor diverse onderwerpen die we met z'n allen zagen. Vanuit de fractie zijn hier ideeën voor aangedragen en is hier invulling aangegeven. Het college heeft ons verzocht toen om ook ideeën van het college en vanuit de organisatie mee te nemen. Dat vonden wij als raad een prima gedachte en zo geschieden. Wat we nu ontvangen hebben valt ons echter tegen en het geeft ons vooral reden tot zorg. Ja, er is sprake van financiële ruimte die we kunnen invullen. Wat we echter zien is dat er sprake is van veel achterstallig onderhoud, zoals u dat zelf aangeeft. Zelfs zoveel dat we ons afvragen of we de afgelopen jaren niet op de grote voet hebben geleefd of dat er andere zaken nog zijn. Wat we in ieder geval de komende jaren zullen moeten gaan repareren. Hoe en in welke mate, dat zal nog moeten blijken. U geeft aan bezig te zijn met een onderzoek hierna over de afgelopen jaren om te bepalen hoe groot het achterstallig onderhoud nou precies is. Het lijkt ons dan ook zeer verstandig om de resultaten van dit onderzoek af te wachten voordat we de huidige financiële ruimte gaan weggeven. Anders komt het misschien als een soort molensteen om onze nek te hangen of anders voor de volgende raad. We verwachten dan ook dat de resultaten van het onderzoek naar de structurele ruimte in de begroting inzichtelijk is voordat we de perspectiefnota 2018 gaan behandelen. En we gaan ook mee met het voorstel om het dan ook verder te behandelen. Dank u. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Nijkamp, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Onlangs gingen we een pizza eten. Toen vroeg die ober nog van, wilt u hem in 1 stuk of wilt u in 8 stukjes? Ik zei, nou doe me in 8 stukjes, dat eet wat makkelijker. En na een kwartiertje kwam inderdaad die pizza. Wat bleek? Het halve bord was leeg. 4 stukjes waren inmiddels opgegeten. Ik denk door die ober. Zo voelde dat ook een beetje toen ik deze nota las. Dat denk je in het begin van, nou, je hebt aardig wat te verdelen met elkaar. En dan blijkt vervolgens dat apparaatskosten en formatieuitbreiding en allerlei technische ingrepen, dat er eigenlijk gewoon bijna niks overblijft. En dat voelt een beetje ongemakkelijk. Maar het is blijkbaar wel de werkelijkheid waarmee we te dealen hebben op dit moment. Ik ga mij in ieder geval niet meer rijk rekenen. Nee, maar laten we zo zeggen dat 3 maanden geleden er een wat positiever beeld was over die financiële situatie. En ook wat in het antwoord van de wethouder, die aangeeft dat de orde grootte 1,5 tot 2 ton mogen verwachten van structurele meevallers in de begroting. Dat gaat ons ook niet heel erg veel vooruit helpen. Althans, gelet op alle PM'tjes die ook nog vermeld staan. Op voorhand zeggen wij dus ook, wij gaan akkoord met het procedurevoorstel wat door de heer Kleine-Koelkamp is gedaan, om het in de perspectiefnota mee te nemen. Toch wil ik naast een aantal opmerkingen die zeer waardevol zijn, die al gemaakt zijn, nog een paar aan toevoegen. Eén gaat over de apparaatskosten. Die wordt op de een of andere manier uit de investeringen en projecten gehaald. En eigenlijk wat je daarmee concludeert is dat we gewoon continu zitten te beslissen op een niet compleet plaatje van een project. Oftewel, blijkbaar hebben we gewoon de interne kosten niet eens in kaart. Nou, dat is wat ons betreft een weg die we moeten aanpassen. Dus wat ons betreft krijgen we in het vervolg ook echt investeringsvoorstellen, projectvoorstellen, waar dat expliciet in vermeld staat. Dat er dan vervolgens in een veelvoud van projecten iets ontstaat van formatie, dat geloven we graag, maar dat is dan ook vervolgens de uitdaging van de ambtelijke organisatie. Maar dan houden we het tenminste wel zuiver. Verder constateren we dat er een voorstel ligt voor het jaarlijks sparen van 3 ton richting de algemene reserve. Ja, dat is een soort vervanging van de rentetoerekening, denk ik, die we hadden. Het drukt eigenlijk op de exploitatie en vervolgens hebben we het beschikbaar voor projecten. Je zou ook een andere aanvliegroute kunnen kiezen. Misschien dat je sommige investeringen kunt activeren en op die manier gewoon jaarlijks kunt uitsmeren. Dan zou je die 3 ton ook op de een of andere manier kunnen gebruiken. We vinden het mooi dat er in ieder geval alvast gekeken is naar die reserves die blijkbaar onbedoeld, onbewust waarschijnlijk, maar toch wel langdurig al verkeerd zijn aangewend. Dus het is goed om die ook op te lossen. We hebben wel ons enigszins verbaasd over de post onderhoud civiele kunstwerken. Want het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat we te maken krijgen met een soort aanvullend krediet als het gaat om beheer en onderhoud. En ook daarin zit wat ons betreft een structurele lijn. Wij zouden graag in het vervolg elk project, elke investering ook vergezeld zien gaan met beheer- en onderhoudsaspecten. Want op de een of andere manier overkomt het ons telkens weer, of het nou gaat over lantaarnpalen in een nieuwe wijk of wegen en groen in een nieuwe wijk, telkens worden we weer verrast met dat soort dingen. Dus op de een of andere manier moeten we hier ook, denk ik, structureel van leren. Dan de formatieve uitbreiding. Nou, misschien dat dan in de verdere uitwerking meegenomen kan worden. De wethouder heeft net al iets gezegd over nieuwe werken, maar over iets van een shared service center. Want er staan toch verschillende aspecten in waarvan we bedacht hadden dat we die op enig moment zouden combineren met andere gemeenten. Wat kunnen we daarin voor slimme oplossingen verzinnen? Ook op misschien wat kortere termijn. Ik weet het niet, maar die zouden we wel graag uitgewerkt zien. En de laatste opmerking, die is eigenlijk in tweede instantie ontstaan op basis van een stellige uitspraak van de wethouder die zegt van er is een afspraak dat efficiëntievoordelen in de organisatie blijven. Dus eigenlijk was de vraag daarbij van met wie is die afspraak gemaakt en wanneer en is dat wel een verstandige? Maar misschien kan de wethouder daar nog iets over zeggen. Daarmee heb ik alle fracties gehoord en wil ik meneer Van Leeuwen vragen om een reactie. Er zijn nog een paar vragen gesteld.
Ja, meer suggesties en opmerkingen. Maar goed, mevrouw Rameman, wij zullen dat gaan bekijken of dat wenselijk is om dat te gaan doen. Waar ik moeite mee heb, voorzitter, is de het wat lange termijngeheugen dat bij een enkele fractie kennelijk wat aangetast is. Sommige fracties kan ik het niet kwalijk nemen omdat ze er toen nog niet waren. Maar in 2010 hebben wij onder leiding van de heer Nijkamp een werkgroep gehad die zich bezig heeft gehouden met bezuinigen. En daar zijn toen in de loop van een aantal jaren zijn daar bezuinigingen doorgevoerd, ook op het ambtelijk apparaat. Zo zijn wij de crisis goed doorgekomen als gemeente. Dus het is toen een verstandig besluit geweest. Daar is toen, en dan doe ik het even uit mijn hoofd, afgesproken dat 10% bezuinigd zou worden, ook binnen het ambtelijk apparaat. Dat is gebeurd. En op diverse begrotingen. Tevens is vanaf dat moment een nullijn aangehouden. Dus dat betekent dat in plaats van inflatie toe te rekenen, 1%, wat redelijk gebruikelijk is, is er niks gebeurd. En dat is het achterstallig onderhoud waar wij nu, 7 jaar later, 8 jaar later, tegenaan lopen. Dat is een keihard gegeven. En dat kunnen we wel niet leuk vinden, dat de helft van uw pizza opgegeten is. Maar het is gewoon een feit. We hebben dat toen met elkaar besloten. Dat hebben we afgesproken. Ook is er toen afgesproken dat waar het ambtelijk apparaat nog kans ziet tot extra efficiëntie, dat geld niet meer ingeleverd zou hoeven worden, dat ze dat op een andere manier zelf zouden kunnen aanwenden. Dat zijn de afspraken waar ik naar wil verwijzen. Ik was toen zelf raadslid en ik weet nog heel goed als de dag van toen hoe dat gebeurd is. Nogmaals, het was een zeer wijs besluit, want we hebben de crisis als gemeente uitstekend overleefd. Beheer en onderhoud wordt niet goed ingeschat. Daar heeft u een punt, daar ben ik met u eens. Wakker geschud door krantenberichten. Waarbij, en trouwens ook de beruchte brug in Lemelenveld, waar wij ineens erachter kwamen dat beton kennelijk toch geen oneindige levensduur heeft, zijn er inspecties uitgevoerd waar dit uit is gerold. Ben met u eens, daar moet absoluut een verbeterslag in de ambtelijke organisatie plaatsvinden. Als je iets nieuw bouwt, dan moet je dat meenemen. Volstrekt helder. Slim samenwerken. U doelt op het Shared Service Center, daar is al naar gekeken, maar dat gaat ons zoveel meer kosten dat we gezegd hebben, nou laten we daar even rustig aan mee doen. Want dat blijkt ook een prijskaartje te hebben. En dat prijskaartje, dat was voor ons reden om te zeggen, nou, dat is op dit moment nog niet zo verstandig. We moeten eens even kijken of we dat ook nog op een andere manier kunnen doen. Dat de apparaatskosten vooraf in een project bekend moeten zijn, ben ik ook met u eens. En daar sturen we nu ook op. Het klopt, dat was niet bekend. En dat is fout, dat moet niet. Daarom wordt er ook op ingegrepen. En ik ben blij dat u zegt van nou, toch allemaal, laten we verstandig zijn. En laten we alles bij elkaar optellen en aftrekken. En bij de perspectiefnota uiteindelijk naar ons oordeel over vellen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. En daarmee concludeer ik dat het ordevoorstel zoals meneer Kleinkamp die heeft gedaan om alles in de perspectiefnota in te brengen en te behandelen, of daar te behandelen, gedragen wordt door de meerderheid van de raadscommissie zoals we hier zitten. En daarmee stel ik voor dat het besluit niet wordt genomen in de raadsvergadering van komende maart. Eind maart, maar dat daarmee alles wordt verwerkt in de perspectiefnota 2018 en dan weer aan de orde zal komen. Er is een toezegging gedaan door meneer Van Leeuwen om te bezien of de vierjaarlijkse sessie teruggebracht kan worden naar 1 keer per 2 jaar. En daarmee... Nee, het voorstel gaat dus niet door naar de raad. Daarmee hebben we dit agendapunt behandeld. En wil ik voorstellen naar het volgende agendapunt te gaan. En
En dat is een andere invulling van financiële ruimte en die wel van het sociaal domein. Meneer Derksen schuift aan, zie ik. Van harte welkom. Meneer Van Leeuwen is ook hier de portefeuillehouder. En daarmee wil ik aangeven dat het sociaal domein is losgekoppeld van het vorige voorstel. Maar ook daar moeten keuzes worden gemaakt. En het college stelt voor om knelpunten op te lossen, om daar de financiële ruimte voor in te zetten. En daarnaast stelt het college voor om de reserve decentralisaties door te zetten tot en met 2020. Ik stel voor te behandelen in twee ronden, waarbij ik graag eerst de vragen wil inventariseren en daarna uw opinie wil horen. Wie heeft vragen in de raadscommissie naar aanleiding van het voorstel? Er zijn geen vragen. Ja, meneer Kleine-Koerkamp, gemeentebelangen. Ja, eigenlijk dezelfde vraag die ik bij het vorige agendapunt gesteld heb. Behoudens punt 2 van het voorstel, van het raadsvoorstel. Of de rest ook door kan naar de perspectiefnota. Maar het oplossen diverse knelpunten interne organisatie sociaal domein zou ik wel willen behandelen. En dat is dus een ordevoorstel. Ik wil graag de verdere vragen inventariseren. Verder geen vragen. Mevrouw Lasje, ChristenUnie, neem me niet kwalijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 3 vragen. En de eerste vraag is, het is misschien wel het vorige agendapunt te maken. Waarom nu dat idee om daar aan het personeel te besteden? En een groot gedeelte ervan. En over hoeveel personeelsleden praten we dan? En komt het dan nu naar voren dat daar te weinig geld voor is? Dat is de eerste vraag. Tweede is dat de wethouder van Martels regelmatig heeft aangegeven dat we nu geld overhouden op het sociaal domein. Maar dat zal over een paar jaar niet meer het geval zijn. Dan zullen inkomsten en uitgaven gelijk lopen. En dus nu houden we nog over, maar dat zal dan niet meer zo zijn. Als we nu dit geld structureel investeren in personeel, dan lopen we, als mijn redenering klopt, straks een keertje spaak. Dus daar wil ik graag de reactie van de wethouder op. En de derde vraag is, veel zaken zoals innovatie staan nu op PM. Als we nu al geld uitgeven, dan lijkt er straks geen geld meer te zijn voor dat soort zaken. Terwijl dat wel heel belangrijk is. Die hele transformatie draait ook om innovatief werken. Hoe kunnen we dat dan straks nog financieren? Dat waren onze 3 vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasch. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel. We hebben ook gezien dat er allerlei projecten prioriteit 5 gekregen hebben. Daar hebben we het al even over gehad bij het vorige voorstel. Daarom kan ik ook wel instemmen met het straks allemaal bij elkaar te pakken. Maar ik wil toch nog een specifieke vraag stellen. Armoedebeleid heb ik al eerder genoemd. Maar er is ook over voorschoolse voorziening en educatie wordt er gezegd dat er beleid wordt ontwikkeld en op korte termijn te starten met Homestart. Op zich goede ontwikkeling. Maar kunt u ook zeggen wanneer dat beleid wordt verwacht en wanneer het besluit valt om al of niet daarmee te starten? Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Verder geen vragen aan de orde, dan wil ik meneer Van Leeuwen het woord geven. Dank u, voorzitter. Als eerste reactie naar gemeentebelangen. Het is dezelfde vraag, maar u krijgt een ander antwoord. Want wij achten het niet verstandig om dit nu niet te beslissen. En ik vraag de voorzitter of de directeur daar zometeen een toelichting op mag geven. Mevrouw Lasje, waarom nu aan personeel besteden? Het antwoord is vrij simpel. Er zijn enorm veel taken naar ons toegekomen vanuit het Rijk. Er is ook een hele zak met geld naar ons toegekomen. Maar er is nauwelijks een uitbreiding aan personeel geweest. En wij lopen nu tegen de grenzen van de mogelijkheden aan. En daarom moet er nu, willen wij de dienstverlening kunnen realiseren zoals we die graag willen, moet er nu geïnvesteerd worden in structurele posten, structurele FTE's. U zegt nu geld overhouden, straks niet meer. Dat is niet helemaal correct, want wij hebben in de werkgroep planning en controle een presentatie gegeven. En daar zien we dat in het meerjarig perspectief dat we nog altijd geld overhouden zelfs. En dat is hier ook uitgewerkt als we nu investeringen doen.
Innovatie, dat wil ik dan toch graag even aan de experts overlaten, want dat weet ik niet. En dat geldt ook voor de voorschoolse voorzieningen en educatie, home start. Want dat zegt mij eerlijk gezegd niet zo heel veel. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Is er ruimte voor een aanvullend vraagje? Want ik snap het niet goed. Wethouder heeft over investeringen doen. Bedoelt u uitbreiding van de formatie? Oké, okay, kosten uitbreiding dus. Van de formatie. En daarmee bedragen. Meneer Derksen, ik hoor dat u directeur geworden bent. Mag ik u het woord geven? Ja. Volgens mij staan er twee vragen open. En dat is, hoe kunnen we de transformatie straks financieren? Houdt wel verband met de opmerking die de heer Van Leeuwen net zei, dat er meerjarig nog steeds ruimte is, zoals het er nu naar uitziet. En dat we binnen de gegeven ruimte, dat we daar moeten kijken hoe we de transformatie daarin kunnen financieren. Het tweede manier komt een voorstel rondom voorschoolse, de VVE, zeg maar. Die staat gepland voor de maand mei. Die wordt daarmee apart behandeld als voorstel, begrijp ik. Om start wordt daarin meegenomen. En VVE is gewoon een apart raadsbesluit. Ja, ik heb hem gezien. Mevrouw Ramerman, CDA. Ja, volgens mij moet er nog een grote vraag beantwoord worden waarom we hem niet kunnen uitstellen. Die heb ik nog even gemist. Of? Ja, die heeft u niet helemaal gemist. Ik had daar een antwoord op gegeven en de heer Derksen is gevraagd om daar als directeur nog nader op in te gaan. Als we dit nu niet doen, dit besluit nu niet nemen, dan komt de dienstverlening naar onze cliënten ernstig in het geding. Voorzitter. Ja, meneer Kleine-Koerkamp. Ik heb ook in mijn eerste vraag gesteld dat we punt 2, dat ik dat los zou zien van mijn vraag zoals ik hem ook in agenda punt 4 heb geformuleerd. En mevrouw Ramerman heeft nog een aanvullende vraag. Volgens mij gaat het over hetzelfde. Want wij waren ook van mening als het de interne organisatie, het werkterrein van het sociaal domein, dat bedrag wel beschikbaar wordt gesteld en de rest wordt doorgeschoven, is er dan nog een probleem? Dank u, voorzitter. Ik zag aan uw gebaar dat ik mocht praten. De heer Derksen fluistert mij zojuist in dat hij daarmee zou kunnen leven. Maar het is echt van groot belang dat we nu investeren in die extra mensen, waardoor we de dienstverlening aanzienlijk kunnen verbeteren en waardoor we de werkdruk die er op dit moment bij de afdeling maatschappelijke ondersteuning is, naar beneden kunnen brengen. Dus daar zou ik toch wel heel erg voor willen pleiten om dat nu wel te doen. Meneer Derksen pleit daarvoor en ik hoor u nu zeggen dat u dat ook voorstelt. Ik laat mij graag adviseren door de mensen met verstand van zaken. En het advies is overgenomen, begrijp ik. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Mag ik er nog een aanvullende vraag over stellen? Ja. U heeft een aanvullende vraag. Ik word niet zo warm van het uitstel van dit onderwerp. En ik wil er graag een vraag over stellen om, ook aan de gemeente Belang en het CDA trouwens, maar ook wel aan de wethouder, om toch eens te proberen de vergelijking te maken met het vorige onderwerp. Daar kon ik me er nog wel iets bij voorstellen, maar er was een grote mate van onzekerheid in datgene wat voorgesteld werd en wat daar consequenties van zouden kunnen zijn en wat iets meer zijn. Hier lijkt die onzekerheid van veel minder grote omvang, of misschien zelfs wel helemaal niet aan de orde te zijn. Dus ik begrijp niet goed wat hier nou de drijfveer is om het uit te stellen. Ik ben het wat dat betreft, voorzitter, met de heer Wildvank eens. Volgens ons is dit duidelijk en is dit ook straks onontkoombaar. Maar ja, als er een meerderheid is die dat anders wenst, dan zullen wij ons daarbij moeten neerleggen. En daarmee is de vraag gesteld aan de fracties van gemeentebelangen en CDA. Dank u, voorzitter. Heel duidelijk heb ik gesteld dat punt 2, dat we dat graag willen behandelen. Punt 3, reserve decentralisatie, die hebben we tot eind dit jaar al vastgesteld.
als alle financiële gevolgen die we in de perspectiefnota gaan behandelen bekend zijn, kunnen we daar ook een goed oordeel over vellen. En daarmee zeg ik niet dat we niet zullen besluiten dat we hem niet gaan verlengen, maar ik wil hem nog wel even openhouden. Wat punt 4 betreft, dit zijn zaken met geld die we al beschikbaar gesteld hebben. En om daar een definitieve klap op te geven, dat kan ook prima in de perspectiefnota. Ik heb geen aanvullingen. Wat dat betreft. Daarmee wordt dus voorgesteld om het voorstel om oplossen diverse knelpunten van de interne organisatie sociaal domein ten laste te brengen van de beschikbare financiële ruimte sociaal domein en de overige zaken in de perspectiefnota. En 4 ook. Ja, want die zijn al beslist. Daarom. Meneer Leeuwen? Mag ik uw reactie daarop? Nou, wethouder Van Martels die, en ik zullen proberen of dat wij de fracties nog kunnen overtuigen. Wij zullen proberen of we de fracties de komende 2 weken nog kunnen overtuigen dat het geen enkel probleem zou zijn om nu wel die beslissing te nemen. Daarvoor is hier de vergadering om de fracties te overtuigen. Ja, maar de feitelijke beslissing wordt in de raad genomen. Wij willen proberen om de fracties te overtuigen dat het wel verstandig is om nu, om straks dat besluit te nemen in de raadsvergadering. Akkoord. Lukt dat niet, dan worden amendementen voorgesteld. Ja. Ik wil graag de opinies nog horen van de diverse fracties, voor zover ze nog niet gegeven zijn. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Ik moest even het juiste papiertje erbij hebben. Want ik vind het een lastig punt. Moeten we dat doorschuiven of niet? En ik wil ook wel uitleggen waarom, want het gaat over veel geld en het gaat over personeel. En met de hele transitie, transformatie, lopen allerlei organisaties er tegenaan dat ze meer taken hebben en dat ze meer moeten doen, dat ze niet meer geld krijgen. En dan moeten ze, elke keer wordt er gezegd, dan moet je innovatief gaan werken en dan komt het geld vanzelf een beetje naar je toe en dan kan je alles wel gaan doen. En ik snap dat we als gemeente veel meer taken hebben gekregen en daar moet ook geld voor zijn. Maar het wringt wel een beetje dat als we dan als gemeente geld tekort hebben, we geld erbij doen aan personeel. Terwijl we aan andere organisaties zeggen, nou moet je gewoon beter weer gaan werken en gewoon innovatiever gaan denken. Dan krijg je dat geld wel. Dus aan de ene kant snap ik het wel, aan de andere kant wringt het wel. En ik word wel graag overtuigd door de wethouders waarom het dan nodig is om dat nu te doen. Dus ik zie daarnaar uit. Ik had het graag nu gehad. Maar sowieso gaat het meer terug naar de fractie. En de andere 2 punten kunnen wat ons betreft gewoon doorgaan. De 3 punten in punt 4 hebben we al lang beslist dat we dat zullen doen. En we zijn ook een warm voorstander van het instand houden van de reserve sociaal domein. Omdat we gezegd hebben dat is ook bedoeld voor onverwachte dingen, onverwachte knelpunten. Dus wij zijn echt voor om het in stand te houden. We zijn voor om die 3 punten bij punt 4 eruit te besteden, daaronder te besteden. Ik zou niet weten waarom we dat moeten uitstellen. En ik hoop het eerste echt dat de wethouders ons kunnen overtuigen van het belang om dat nu op die manier in te zetten. Dus wij willen het meenemen naar de fractie, voorzitter. Begrijp ik, mevrouw Lasje. Meneer Rooijakkers, D66. Ik vind het wel handig om vlak naar mevrouw Lasje te komen, want dan kan ik zeggen, ik sluit me daarbij aan. En bovendien heb ik nog een paar andere punten, dan hoef ik dat niet allemaal te herhalen. Dus u sluit aan bij de mening van de ChristenUnie en u heeft nog een aanvulling. Ja, want ik wil nog even over dat personeel terugkomen. Misschien om nog aanvullende vragen aan de wethouder te stellen, misschien om hem te helpen, dat weet ik niet. Ik heb alle begrip voor dat er meer personele capaciteit nodig is om in het kader van die transitie, in het kader van al die nieuwe taken die op ons af zijn gekomen. Dat wel, maar het is niet echt uitgelegd. En ik vraag mij ook af of dat je niet, omdat er zoveel nieuwe taken zijn, een deel van die formatie juist niet structureel moet opnemen, maar tijdelijk. Omdat het juist in de transitieperiode extra aandacht vergt en hopen we een keer in een steady state te komen in een normale routinematige behandeling, dan heb je natuurlijk aanzienlijk minder mensen nodig dan in de huidige transitieperiode. Dus dat wil ik hem even een overweging geven en ik wil er een vraag aan koppelen, want ik word toch wel een beetje geïntrigeerd, want in 2010 zat ik nog niet in de raad. Waarom zou de ambtelijk apparaat efficiëntie, gerealiseerde efficiëntie, u zegt dat, niet moeten inleveren? Ik vind dat een rare standpunt. Bedoelt u in het desbetreffende jaar of bedoelt u tot in het oneindige? Want ik neem aan dat als we lekker efficiënt gaan werken, dat we dan minder mensen nodig hebben. En dat zou hier ook van toepassing op kunnen zijn. Dus dat was mijn mening, voorzitter.
Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik geloof niet dat ik helemaal aansluit, dus ik doe het maar gewoon op mijn eigen manier. Ik had hier in wezen een soortgelijke opmerking kunnen maken als net over het oplossen van die formatieve problemen. Maar naar mijn mening ligt het hier echt wel wat anders. En er is ook veel minder sprake van onzekerheid, daar heb ik net al iets over gezegd. Ik ben het dus zeker niet eens met het ordevoorstel om het te laten rusten tot aan de perspectiefnoten of deels te laten rusten. Het is voor de gemeente een nieuw, deels nieuw, in ieder geval fors vergroot domein, dat sociale domein. En de komende jaren zal steeds meer duidelijk moeten worden hoe dat nou echt loopt. En dat zich dan in zo'n eerste paar jaar wat aanloopproblemen voordoen, vind ik nog niet zo gek. En ik zou hier willen zeggen, prima, oplossen. En daarmee is het wat mij betreft het voorstel ook klaar, waar al die andere dingen hebben in wezen al is besloten, dus klap erop zou ik zeggen. Niet aarzelen. Ik heb overigens goede nota genomen van het feit dat u meldt dat met betrekking tot het armoedebeleid voor kinderen, dat u met een nader voorstel komt om de toegekende 78.000 euro te bestemmen voor dit onderwerp. Ik hoop dan wel dat we dan niet ook personele problematiek gaan oplossen met dat geld, maar dat er daadwerkelijk aan armoedebestrijding met kinderen wordt besteed. Met betrekking tot de WSW maak ik nog een opmerking dat ik ervan uitga dat u met de invulling van 30 formatieplaatsen die nog openstaan, 40 moesten er, 10 hebt u er gedaan inmiddels, dat die 30 wel met enige voortvarendheid opgepakt worden. En zeker nu straks de formatieve problematiek opgelost is, moet dat ook kunnen. Dus ik zou bij deze van harte kunnen instemmen met het voorstel zoals het te ligt. Dank u wel, meneer Wildfank. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Zoals net al aangegeven, gaan wij ook voor doorschuiven naar de perspectiefnota met uitzondering van het onderdeel prio 1, het oplossen van de diverse formatieve knelpunten. Omdat het wel het werkterrein van het sociaal domein is en als we dit nu niet faciliteren, dat onze burgers daar de gevolgen van ervaren. En dat willen we op dit vlak absoluut niet. En ja, wij zijn er nog steeds voor om de overige punten door te schuiven, al ben ik van mening inderdaad, punt 4 hebben we al is al afgetikt allemaal. Alleen, wij zitten nog wel te dubben over de 4 jaar doorschuiven van de reserve. Wij vinden het wel een hele lange periode. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Kleine-Koerkamp, bent u maar lang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook hier lag er weer een duidelijk stuk, goed geschreven. En dan wil ik toch eerst even reageren op de heer Wildfank. Ik heb steeds gezegd dat wij punt 2... wel degelijk willen behandelen en wel degelijk een beslissing over willen nemen. Wat de reserve decentralisatie betreft, heb ik toen net al gezegd dat we dat willen bekijken met het totale financiële overzicht wat wij in de loop van het jaar krijgen in de perspectiefnota. En nogmaals wil ik benadrukken dat we beslist niet op dit moment zeggen dat het dan ook moet afgelopen zijn in 2017 en dat het terugvloeit naar de algemene reserve, maar dat wij wel voorstander zijn om het te verlengen. Maar we willen het wel op dat moment beslissen dat we alle financiële overzichten tot onze beschikking hebben. Punt 4, uiteraard, die zijn beslist, heb ik toen straks ook gezegd. Maar daar is op dit moment geen noodzaak voor om daar nu een klap op te geven. Wat punt 2 betreft, oplossen diverse knelpunten interne organisatie. Verschillende keren hier in deze raadzaal hebben we gezegd dat onze burgers niet tussen het wal en het schip behoren te vallen. En door... het gebrek, tekort aan personele bezetting om dit toch heel erg bewegelijke domein waar heel veel gebeurt en waar we heel veel maatwerk moeten leveren om dat goed te kunnen doen, zijn wij daarvoor. En daarmee zeg ik eigenlijk van... Punt 2 akkoord, andere drie, of punt 1 kennis te nemen, prima. Punt 3 en 4 doorschuiven. 3 en 4 doorschuiven. Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat wij ons aansluiten met hetgeen wat de ChristenUnie en PvdA ook al gezegd hebben. Voor ons is het goed te zien dat de invulling van de financiële ruimte van het sociaal domein apart is gehouden van het vorige agendapunt.
Binnen het sociale domein is volgens ons ook niet echt sprake van achterstallig onderhoud, zoals we dat bij de invulling van de financiële ruimte hebben gezien. Daarnaast is het sociaal domein voor de gemeente een nieuw aandachtsgebied. De financiële consequenties zijn nog niet duidelijk, maar we worden wel steeds duidelijker. De eerste gedachte is om de beschikbare middelen direct bij de afnemers terecht te laten komen, maar dat zal te kort door de bocht zijn voor ons. De gemeentelijke organisatie moet wat ons betreft ook goed in staat zijn om de cliënten verder te kunnen helpen. Als dit betekent dat hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden, dan kan dat wat ons betreft. We zijn verder ook akkoord om de reserve decentralisatie voor te zetten tot en met 31/12/2020. En we zijn akkoord met de financiële consequenties van de eigen bijdrage, laaggeletterdheid en de preventieve gezondheidszorg ten laste te brengen van de reserve. Dus wat ons betreft aan de slag. Dank u wel, meneer Veldhuis. En daarmee concludeer ik dat... Mevrouw de voorzitter, mag ik nog een korte vraag stellen aan meneer Ken Koerkamp over zijn inbreng? Ja, ik had dat misschien direct moeten doen. Maar... Nee, dat mag. Ja? Ga je gaan. Ja, want ik concludeer dus dat eigenlijk het enige punt waar gemeentebelangen op aarzelt is punt 3. De reserve, of die wel in stand moet worden gehouden of niet. En klopt het dan ook dat ik daar moet afleiden dat zij dat ter discussie gaan stellen op het moment dat er... in het grotere geheel van de perspectiefnota mogelijk financiële bedragen moeten gaan schuiven. Dat u dan ook dit onderwerp ter discussie gaat stellen. Meneer Kleine-Koelkamp. Nou, ik heb gezegd dat wij dat op een later stadium willen beslissen in de perspectiefnota. Ik heb ook gezegd dat wij op voorhand niet zeggen dat, het dan, dat we daar niet voor verlenging zijn. Maar we willen het wel beschouwen in, met alle financiële overzichten die we op dat moment hebben. Voldoende, meneer Wilson. En dus kan het ook ter discussie worden gesteld? Ja, dat wilt u graag, maar dan krijgt u niet. We gaan het beschouwen. Het wordt beschouwd, meneer Wildvank. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen wil nog even reageren. Dank u wel, voorzitter. Ja, evenals bij de vorige onderwerp wil ik nog even reageren, want er zijn toch ook nog vragen gesteld. Eén vraag, dat gaat, meneer Rooijakkers zegt, begrip voor meer personeel voor alle nieuwe taken, waarom niet tijdelijk, maar misschien dat de directeur daar zo, misschien mag de directeur daar zo even een antwoord op geven. En waarom de efficiency niet terugvloeien, dat vindt u vreemd. Ja, ik blijf verwijzen naar een afspraak in 2010 van raad, college en ambtelijk apparaat, de directeur. Waar gezegd is, wij gaan ons uiterste best doen, en dat is ook gerealiseerd, 10% te bezuinigen op het totaal ambtelijk gebeuren. Maar als wij dan in de toekomst efficiency behalen... dan willen we wel graag zelf dat geld weer in kunnen zetten. Dat bovenop het feit dat er jarenlang niet is geïndexeerd, maakt dat wij dit voorstel voorstellen zoals we het hebben voorgesteld. En als u een andere afspraak wilt hebben, dan kan dat. Maar dan zult u dat met uw collega raadsleden moeten regelen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. En daarmee concludeer ik dat... Oh, meneer Derks, neem me niet kwalijk. U heeft nog een beantwoording te doen. Eigenlijk het antwoord op de vraag, of op de opmerking, waarom niet op sommige punten tijdelijk personeel inzetten in plaats van vast personeel. Het is inmiddels 2017. We zijn vanaf 2015 bezig. Juist hebben wij in de beginfase heel erg gezegd, we krijgen enorm veel op ons af. Maar wat precies de omvang is van wat de taken nu eigenlijk zijn en wat de consequentie daarvoor is voor de formatie, dat was op dat moment absoluut niet te overzien. Dus wat hebben we gedaan? We hebben juist in de beginfase veel gebruik gemaakt van tijdelijke mensen om eerst feeling te krijgen met van hoeveel mensen hebben we daar nou voor nodig en welke mensen hebben we daarvoor nodig. Nu we daar een tijd verder mee zijn, kunnen we echt op die onderdelen echt zeggen, dit hebben we nodig. En dit hebben we niet een jaar nodig en hebben we ook niet tijdelijk nodig, maar dit hebben we vast nodig. En op momenten dat je dat constateert, dan kun je natuurlijk nog steeds gebruik maken van tijdelijke mensen, maar dat is ook een kostenverhogend effect. Dus vandaar dat wij nu voor de vaste invulling van deze
plekken het voorstel hebben gedaan. Dank u wel voor de beantwoording, meneer Van Leeuwen. Mag ik nog één vraag stellen aan de heer Kleine Koerkamp van Gemeentebelangen? Want bij mij is er nu even onduidelijkheid. U zegt punt 2, daar kunt u mee akkoord gaan. Punt 3, daar wilt u later over beslissen als u meer duidelijkheid heeft. Maar punt 4, ons vierde voorstel, beslissingen, besluiten die al genomen zijn door de Raad. Dat wilt u ook niet effectueren? Nee, ik heb gezegd punt 2 duidelijk wel. Punt 1 heb ik gezegd dat het een duidelijk stuk was. En punt 3 en 4 wou ik naar de perspectiefnota brengen. Dat zijn al genomen beslissingen, besluiten. Ja, klopt. Maar u stelt voor om dat nu anders te gaan doen. En we hebben het al besloten, maar dat kunnen we beslist in de perspectiefnota behandelen. Nou, dat betekent gewoon dat de eerste helft van 2017 dit niet gerealiseerd gaat worden. We hebben het toch al beslist en het is al gerealiseerd, toch? Nee, er is geen geld voor beschikbaar. Ik onderbreek u. Ik concludeer dat u het niet eens wordt. En dat het voorstel zoals het er nu ligt, wordt doorgeleid naar de raadsvergadering als bespreekstuk. Waarbij we het college willen meegeven om de input zoals die hier is geleverd over de diverse beslispunten in het voorstel ter overweging mee te nemen en dan wel een gewijzigd voorstel te doen. Mocht er geen gewijzigd voorstel komen, dan zullen de raadsfracties daarmee samen een voorstel moeten doen tot wijziging. En daarmee hebben we agendapunt 5 behandeld en stel ik voor om een kop koffie te drinken. En ik hoor nog dat mevrouw Lasje een vraag heeft. Eén vraag. Ja, nee, misschien heb ik net niet goed geluisterd hoor, maar hebt u nou ook de toezegging genoemd van de wethouders om te komen met een onderbouwing van de personele inzet? Want dat is toch toegezegd door de... Die toezegging heb ik niet gehoord, mevrouw Lasje. En meneer Van Leeuwen schudt ook nee. Ik dacht dat de wethouder zei van we gaan ons best doen om voor de raadsvergadering de commissie te overtuigen van het belang van die investering, dacht ik. We zitten nu op die laatste, op punt 4, want de anderen waren geen probleem. Dus ik ga over punt 4, ga ik u wat nader informeren. Nee, punt 4 niet, denk ik, meneer Van Leeuwen. Toen wij mevrouw. Toen het ging over dat voorstel 2... Toen zijn er vragen gesteld door meerdere partijen van, maar waarom is dat nu opeens nodig? Had dat voorzien kunnen worden? Waar gaat het dan over? En bij mijn weten heeft u toen gezegd van, mijn collega wethouder en ik gaan ons best doen om u te van overtuigen dat die investering in personeel nodig is. Dat was in woorden bedoeld, meneer, mevrouw Lasje. Zo heb ik het begrepen. Twee dingetjes hierover, als u daar behoefte aan heeft, want in mijn beleving heeft zojuist de heer Derksen die motivering gegeven, maar die kunnen we even op papier zetten, dat lijkt me niet zo'n probleem. En daarnaast constateer ik dat een meerderheid zegt van nou, wij gaan akkoord met die investeren, of dat investeren in personeel. Dus, maar u krijgt dat nog even zwart op wit. Dan is mijn samenvatting correct geweest. We nemen het als bespreekstuk mee. En daar waar wijzigingen binnen de raadsfracties voorgesteld willen worden, zult u tot een meerderheid moeten komen. Daarmee concludeer ik nu dat we agenda punt 5 volledig hebben behandeld. En dat ik even schors voor een kop koffie om nee. Als u plaats wilt innemen, dan gaan we de vergadering hervatten. We gaan verder met agenda punt 6. Ik heropen de vergadering. Voor ons ligt een inventarisatie van de voorzieningen in de kernen. En in het raadsdocument 2014-2018 is aandacht gevraagd voor het thema leefbaarheid in de kernen. Op 4 april 2016 heeft de raadscommissie kennis genomen van het besluit van het college om het thema leefbaarheid in de kernen invulling te geven bij de implementatie van de omgevingswet. En de raadscommissie heeft toen gevraagd om op korte termijn te starten met de inventarisatie van de beschikbare en huidige voorzieningen in de kernen. En die inventarisatie ligt nu in de vorm van een lijst
en via een interactieve weergave voor ons. Mevrouw Schrijver is aangeschoven, van harte welkom. Ik stel voor, omdat het een kennisname is, te behandelen in één ronde. En ik heb verzuimd u te vertellen dat op de agenda staat welk voorstel in één ronde behandeld gaat worden en in twee rondes. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar helemaal onderaan de agenda staat welke agendapunten we op welke wijze gaan behandelen. Helemaal onderaan. Als u naar beneden scrolt, dan zult u het zien. Dank u wel. Dus ik stel voor in één ronde de vragen en uw opinie mee te willen nemen. Er wordt nog steeds vragend gekeken. De griffier geeft aan het straks aan te zullen wijzen. Waarschijnlijk is het complex. Ja. Dank u wel. Wie heeft vragen en kan ik alvast de opinie ook van u horen, meneer Veldhuis, VVD? Zeker, voorzitter. Nou, als eerste de opinie, daar kan ik alvast heel kort en duidelijk over zijn. Dus ja, we nemen er kennis van. Dus prima, eerste aanzet, denken we. We hebben wel even twee vragen. Wat we zien is een hele gedetailleerde lijst met allerlei voorzieningen per kern. We begrijpen dat dit de eerste aanzet is. We vragen ons af of het niet verstandiger is om het wat compacter te maken met minder variabelen. We hebben eens gekeken bij andere gemeentes. En daar zien we bijvoorbeeld dat er vaak uitgegaan wordt van een lijst met, op basis van het maatschappelijk vastgoed. Dan wordt die lijst wat compacter en wat eenvoudiger, denk ik, om te gebruiken. Een andere vraag die we hebben is, waarom is het buitengebied als apart gebied geïdentificeerd, als één groot buitengebied? Dit geeft een heel raar en vertekend beeld op. Bijvoorbeeld als je in het buitengebied bij Lemelenveld woont, krijg je de voorziening kleine konuiten toegerekend, terwijl dat wel heel erg ver bij Lemelenveld vandaan ligt. Is het niet verstandig om het buitengebied toe te rekenen aan de kernen zelf? Dus dat de buitengebieden die daar in de buurt liggen, daar ook komen ja, aan toegerekend worden. Dan kun je bijvoorbeeld, als je gaat rekenen met grondprijzen, een bepaald percentage in mindering brengen. Dus dat zijn onze vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. U heeft kennis genomen van de lijst, heb ik begrepen. En de vragen worden zo meteen beantwoord. Meneer Royakkers, D66. We hebben er ook kennis van genomen. Ik heb hem met interesse bestudeerd. En ik vond ook dat hij erg gedetailleerd was. Dat soms wel op de gemeentegids ging lijken. Alle verenigingen stonden erin. Maar bijvoorbeeld weer geen staplaats voor de ambulante handel. Terwijl we ook in de raad hebben gezegd dat we het daar nog eens een keer over zouden willen hebben. Dat mis je dan weer wel. Dus ik snap dat het leven bestaat uit keuzes maken. Maar dat is ons in elk geval opgevallen. En ik vond het wel een hele goede aanzet daarvoor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Wildvank, VVD. Partij van de Arbeid. Neem me niet kwalijk, dit is wel echt een onvergeeflijke fout. Er worden wel zaken verward, ook in de landelijke. In de landelijke. Nou, kennis van genomen inderdaad. Ziet er erg mooi uit. Erg gedetailleerd ook. En daarmee ook wel compleet. Hoewel dat ook nog wel weer een gewetensvraag is. Maar ik ga er even uit dat het compleet is. Dus daarvoor hartelijk dank. De kaarten zijn ook, die gelaagde kaarten, dat is ook erg mooi. Het ziet er mooi uit, er zit een boel werk in volgens mij. Het zou echt interactief worden als je dan in de legenda op buurthuis of weet ik veel wat klikt en je komt dan in de kaart op de plek uit waar je wilt zijn. Nou ja, is maar een detail hoor, ik wil niks aan afdoen. Mooie kaarten, mooi stuk werk. Ik ben erg benieuwd naar het vervolg. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Uitslag, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank voor onze kant. Het is gewoon duidelijk zichtbaar, voelbaar hoeveel werk erin is gaan zitten. En dat brengt ons gelijk wel bij de vraag. We hebben het niet gecontroleerd op, klopt het allemaal wel? Maar hoe gaat het college deze lijst up-to-date houden? Ja, want het is nu eenmalig veel werk verzet. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel handig is om, als we echt met die omgevingswet bezig gaan, waar dit een belangrijke input van zou kunnen zijn, dat wel handig is dat we met actuele informatie aan het praten zijn. Het is mooi om te zien hoe, ook in cijfers uitgedrukt, hoe rijk onze gemeente is aan voorzieningen. Want het is wel indrukwekkend wat voor lijst er staat. En ook de vraag een beetje aan het college, van, is jullie zelf eigenlijk wel wat opgevallen aan de hand van die lijst, van het overzicht?
We hebben bekeken, bestudeerd. Maar ik kan me voorstellen dat het college er ook heel nieuwsgierig naar gekeken heeft en een aantal misschien acties al ondernomen heeft. Voor wat betreft het actueel zijn en misschien ook wel het trots laten worden op onze voorzieningen, zou het volgens onze fractie het idee kunnen zijn om de inwoners in te schakelen, actief te bevragen of zij nog voorzieningen missen. En die kaart die nodigt echt daartoe uit. Ik merkte zelf ook dat ik op die kaart ging klikken en verder ging kijken wat het betekent allemaal. En misschien dat daar ook gelijk wel een oplossing zit voor de vraag die ik al eerder stelde voor het up-to-date houden. Zomaar een suggestie. Wat ons in ieder geval opviel aan de hand van de lijst is dat er in de Leuzen veel meer buitenschoolse opvang is. Maar als je dan in Dalfsen kijkt, er veel meer speelvoorzieningen zijn. Dat vraagt om analyse, dat vraagt om, misschien zitten we in de bevolkingsopbouw wat scheef, misschien hebben we andere dingen. Maar dat soort vragen komen bij ons straks de boven toe en ik kan me voorstellen dat er meer van dit soort vragen oppoppen als je het lijst wat nadrukkelijker analyseert. Misschien een mooie vervolgactie, of misschien heeft de wethouder daar nu al een antwoord op. Maar al met al, voorzitter, nemen wij, zoals gevraagd, kennis van informatie. Maar zoals je al merkte, we kunnen bijna de neiging niet onderdrukken om er meer aan de slag te gaan. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Hof, gemeente Belangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ook wij hebben er kennis van genomen en voor een redelijk deel sluit ik aan bij het CDA. De opzet ziet er goed uit. Het is een goede onderlegger om de gesprekken in de kernen aan te gaan en een duidelijk overzicht van nodig en gewenst op te gaan stellen. Ook de opstap naar die interactieve kaart die spreekt aan. En de gedachte om hem aan derden beschikbaar te stellen, dat is volgens mij ook een heel erg goed idee. Maar dan kom je wel op de betrouwbaarheid en de actualisering. En dat is 1, een goed vertrekpunt. En 2, ook hoe hou je hem dan actueel. Wij hebben wel een paar steekproeven gedaan en er zitten wel wat kleine verschilletjes in. Dus we adviseren nog een keer met de stofkam er doorheen te gaan. En wij hadden eigenlijk ook een beetje een lijn van wat het CDA aangeeft. We hadden gezegd, joh, stuur hem naar de plaatselijke belangen. Die kunnen heel snel een quickscan even uitvoeren. Die kennen de buurt vaak net wat gemakkelijker. Een simpel voorbeeldje. Ik woon in Hoornhorst. Ik zie 2 hondentoiletten en er staan er in werkelijkheid 3. Nou, volgens mij is dat heel snel en gemakkelijk op te lossen. Daarnaast willen we nog wel een tip meegeven dat het plaatselijk belang Hoornhorst de komende donderdag een interactieve bijeenkomst georganiseerd heeft om op 8 thema's de mening van inwoners op te halen. Dat gebeurt al vaker. En dat is bedoeld om een meerjarenplanning voor plaatselijk belang op te stellen. En een deel daarvan dat richt zich op de voorzieningen. Het lijkt ons goed om die plaatselijk belangen bij het vervolg goed te blijven betrekken en in ieder geval te voorkomen dat je bijvoorbeeld zelf als gemeente over 1,5 jaar exact dezelfde sessie nog een keer gaat inrichten. Dan zullen inwoners daar zich op zijn minst afvragen, is dat helemaal handig? Dus ja, ik zou zeggen, neem die tip mee en kijk gewoon wat daaruit komt. Uit betrouwbare bron kan ik wel vertellen dat plaatselijk belang die meningen graag verzamelt en deelt. Dank u wel, meneer Hof, als betrouwbare bron. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben ook, net als de rest, kennis genomen van een degelijk stukje werk. We zijn daar ook zeer content mee. Je kan natuurlijk al gauw zeggen van ja, het is veel te gedetailleerd, maar dit is nou een keer lekker gedetailleerd waar je heel veel mee kunt. En volgens ons liggen daar ook verschillende gebruiksmogelijkheden. Blijkt dat we erg veel voorzieningen hebben. Vraag die opkomt bij ons was wel van, ja, wat zijn nu echte basisvoorzieningen? Waaraan moeten we voldoen als gemeente? Waaraan willen we voldoen? Waar leggen we onze grenzen en onze ambitie? En stemt het overeen, dat is ook al gevraagd, met wat bewoners willen? Dus je zult het gesprek aan moeten gaan. Daar ligt volgens ons ook het belangrijkste item. Je moet het gesprek met bewoners aangaan over die voorzieningen. Is dit nu het minimum? Is dit nu het maximum? Kunnen we met meer toe? Willen we met meer toe? Kunnen we met minder toe? Dat soort vragen. En wat willen we in de toekomst? En toen hebben we ook nog de vraag voor onszelf gesteld. Ja, stel je vergelijkt het met andere gemeenten. Zitten we dan op een gunstige niveau of ongunstig? We vergelijken ons toch heel vaak met andere gemeenten. Maar je kunt daar ook zelf nog een ambitie in formuleren. Oftewel een mooi stukje werk. Wat gaan we ermee doen? Ja, betrekken bij de omgevingsvisie lijkt ons van groot belang. En ook in het kader van de dienstverlening, waar we het natuurlijk recentelijk ook al over hebben gehad, is het van belang om te kijken van wat hebben we en wat willen we, wat is het niveau van de dienstverlening
En vooral zijn burgers het daar mee eens, willen ze dat ook. Dus die communicatie die moet nu echt op gang komen op basis van een prachtig stukje werk. Dank. Dank u wel, meneer Nijburg. Prachtig stukje werk. Veel werk ook, heb ik gehoord. Er zijn een aantal vragen gesteld die ook richting toekomst gaan. Ik wil de wethouder vragen om die te beantwoorden. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, we hebben een paar maanden geleden nog de discussie gehad over of we überhaupt hier wel mee aan de slag moesten gaan. Uiteindelijk hebben we ook op aandrang van de raad besloten om dat wel te gaan doen. Om de voorzieningen in de kernen en goed in beeld te brengen. Als aanloop richting de implementatie richting de omgevingswet. En wat we kunnen concluderen is in ieder geval dat we inderdaad heel rijk zijn aan voorzieningen. In het verleden werd nog wel eens gezegd, summier op papier, rijk in de praktijk. Nou, summier op papier is het in ieder geval niet geworden, want het is heel uitgebreid, heel gedetailleerd. En kan het wat compacter? Ja, tuurlijk kan het compacter. Daar kunnen we nog aan werken. Moeten we ook zeker gaan doen, denk ik. En we moeten ook ons goed van overtuigd zijn dat we ook gebaat zijn dat we het gaan voorleggen aan plaatselijke belangen. Dat ook bedrijven hier dit ter inzage kunnen bekijken. Dus die moet ook nog eventueel kunnen komen tot aanvullingen of verbeteringen van hetgeen hier nu voor ligt. En misschien enige omissies, dat zou allemaal kunnen. Meneer Hof had het over de hondentoiletten. Maar goed, die valt niet onder de definitie van wat zijn nou voorzieningen. Want dat moet echt structureel bijdragen aan de leefbaarheid van de kern. Ik geloof niet dat die dat doen. Maar het is inderdaad, maar dat is wel voor ons de definitie geweest van een voorziening. Maar je weet het niet. Maar mevrouw Schrijver zit hier niet voor niks naast me, want ik wil ook even, als dat van u mag, voorzitter, dat zij ook even in de gelegenheid wordt gesteld om te vertellen van hoe ze te werk is gegaan en hoe ze eigenlijk er is toegekomen dat het allemaal zo gedetailleerd is geworden. Want van het ene vraagstuk verval je als het ware in het andere. En als zij in de gelegenheid kan worden gesteld om dat even toe te lichten, zou mij dat wat waard zijn. Want het is op zich een hele prestatie geweest, want het was inderdaad monnikenwerk bijna. Maar misschien kunt u dat zelf even toelichten. Mevrouw Schrijver. Dank u wel, voorzitter. Dat wil ik graag even toelichten. Ik heb hier inderdaad een aantal maanden aan gewerkt. Ook, het was monnikenwerk, maar aan de andere kant ook blijken er al veel inventarisaties bij de gemeente wel bekend te zijn. En was het ook een verzameling van en actualisatie van bestaande inventarisaties. Dus in die zin hoop ik hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van alle voorzieningen. En inderdaad, we hebben af en toe wel voor de keuze gestaan van nemen we dit ook mee of niet, wordt het niet te uitgebreid. In principe hebben we toch meerdere dingen meegenomen dan de initiële verkenning die eerder is vastgesteld. Dus dank voor de complimenten ook. Fijn, dank u wel. Dan concludeer ik dat we kennis genomen hebben van de lijst van voorzieningen. Dank u wel. En daarmee is agenda punt 6, of het inventarisatie van voorzieningen, neem me niet kwalijk. Agenda punt 6 afgerond. Dan heb ik over naar agenda punt 7, rapportages en cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein. Voor ons ligt de nieuwe halfjaar rapportage van het sociaal domein over de tweede helft van 2016. Dit is het basisvoortgangsinstrument van de gemeenteraad, zo hebben we met elkaar afgesproken. En de agendacommissie heeft besloten om bespreking van de voortgang op het sociaal domein integraler op te pakken. En daarom is ook de rapportage van de ombudscommissie hierbij gevoegd. En die gaat ook over dezelfde periode. En meneer Wildvank heeft gevraagd vorige week in de raadsvergadering om bespreking van de cliëntervaringscijfers over de WMO en jeugd over 2015. En ook deze informatie hebben we toegevoegd en kunnen worden besproken. Vergaderdoel is informerend, behandeling in één ronde, dus ik hoor graag uw vragen voor zover die er zijn en uw opinie. En dan kunnen we concluderen dat we er kennis van genomen hebben. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen, heeft vragen. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij beginnen met onze dank uit te spreken voor deze overzichtelijke rapportage. Het voorstel om deze rapportage themagewijs en interactief te bespreken hebben we bij de eerste halfjaar rapportage sociaal domein al omarmd. Wij zien de invulling dan ook graag tegemoet, maar vragen ons af op welke termijn we dit kunnen verwachten. Een aantal zaken willen we graag uitlichten. Ten eerste het feit dat wordt genoemd dat de gemeente Dalfsen stuurt op zorg in natura boven toewijzen van een persoonsgebonden budget.
Dit hebben we in het verleden ook al vaker gelezen. En we vragen ons af of dit een taak van de gemeente is en met welk doel. Ons inziens is het weinig zinvol om hierop te sturen. Mede omdat we in Dalfsen de cliënt centraal zetten. Eigenlijk is het zelfs strijdig met elkaar. Wanneer we de hulpvraag van de cliënt centraal zetten, zal daaruit blijken wat het best past bij de hulpvraag van die cliënt. Zin of PPG, zorg in natura of persoonsgebonden budget. Dat kan van cliënt tot cliënt nogal verschillen. Dan de WMO, de huishoudelijke hulp en de invulling daarvan is in januari uitgebreid aan de orde geweest. Prima om in deze context over aantallen cliënten te spreken en niet meer over uren. We willen echter nogmaals benadrukken dat de thuiszorgorganisaties de geleverde zorg wel duiden in uren om zo roosters te kunnen maken en personeel in te kunnen zetten. Hierdoor blijven onze inwoners ook over uren praten en daar ook mee geconfronteerd. Hoe reëel is het dan om krampachtig vast te houden aan het feit dat uren worden losgelaten en te stellen dat alleen het resultaat telt? Voorzitter, we beseffen ons dat dit een andere discussie is, maar we zagen de kans wel schoon het nogmaals te benadrukken. Bij de jeugd zien we voor het eerst getallen en daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd zeggen ze ons ook nog niet zo heel veel. En dat blijkt ook uit het cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp over 2015. Door te weinig respons is het helaas niet representatief, dus kunnen we er niet zoveel mee. We zien deze dan ook vooral als een nulmeting. We vragen ons wel af of we op een andere manier misschien zicht kunnen krijgen op de ervaringen van deze doelgroep en met name de jeugd zelf. Door misschien, en ik weet absoluut niet of het mogelijk is, maar de ambtenaren wellicht wel, de monitorgegevens van de behandelende instanties op te vragen. Zij zijn echter verplicht om hun behandelresultaten te monitoren, begin- en eindmetingen. En wellicht kunnen die cijfers ons ook helpen. Dan lezen we in het ervaringsonderzoek dat 46% van de groep woont in Dalfsen. En dat was ons niet helemaal duidelijk wat daar nu mee werd bedoeld. Dus graag toelichting daarop. De samenwerking tussen de verschillende organisaties en de wachtlijsten laat te wensen over. Kan Dalfsen hier iets in betekenen? Want we zouden dit echt graag anders zien. De wachtlijsten moeten er eigenlijk niet zijn. En samenwerking tussen de verschillende organisaties, zeker in de jeugdhulp, is erg belangrijk. Bij de participatiewet heeft u de stijging van het aantal uitkeringen geprobeerd te duiden. En daar zijn we blij mee, want dat is een vooruitgang ten opzichte van de vorige keer. Het wordt echter mede gerelateerd aan de instroom van vluchtelingen en vergunninghouders. Waarbij wij willen opmerken dat er in de gemeente Dalfsen geen vluchtelingen gehuisvest zijn. Het cliëntervaringsonderzoek WMO 2015 levert niet zoveel nieuwe inzichten op. We zijn erg benieuwd naar het onderzoek over 2016 ter vergelijk. Wanneer kunnen we dit verwachten? En eigenlijk hoop ik voor de zomer, want dan kunnen we er voor 2018 nog iets mee doen. Wat opvalt in dit onderzoek is dat mensen nog weinig gebruik maken van de voor iedereen toegankelijke voorzieningen. Buurtkamer, vervoer, klussenbus en dergelijke. Misschien verdienen deze meer aandacht. En tevens springt er voor ons uit dat 65% van de mensen om hulp vraagt omdat de omgeving het niet meer aan kan. Wanneer geeft de omgeving dit signaal en hoe ver is het dan met deze mantelzorgers? Want daar praten we dan over. Is daar inzage in te krijgen en krijgt de mantelzorgmakelaar een signaal op momenten dat dit zich voordoet? Mantelzorgers kunnen zich melden voor een mantelzorgcompliment bij de gemeente. In deze rapportage zien we voor het eerst gegevens over hoe deze groep is opgebouwd. Inmiddels hebben we een mantelzorgmakelaar aangesteld en we achten het belangrijk dat deze kan beschikken over de gegevens van mantelzorgers. Nu melden de mensen zich voor een mantelzorgcompliment bij de gemeente en mag de gemeente in verband met de wet op de privacy deze gegevens niet doorgeven aan de mantelzorgmakelaar. Dit kan ons inziens ondervangen worden door een toestemmingsverklaring toe te voegen aan het aanvraagformulier voor het mantelzorgcompliment. In de gemeente Doesburg werken ze hier al mee. Dan de derde rapportage van de Ombudscommissie Sociaal Domein. Nou, geeft wederom een goed beeld van het werk van de commissie en het goede werk wat ze doen. Ze doen een aantal aanbevelingen waarop het college aangeeft deze ter harte te nemen. Echter, bij de eerste rapportage die ter bespreking lag in juni 2016, werd al genoemd dat brieven naar de inwoners in begrijpelijke taal dienen worden te geschreven. Dit wordt ook nu weer benadrukt en het college geeft aan hiermee bezig te zijn. En dan vraag ik me af, hoe moeilijk is het
om een normale brief in begrijpelijke taal te sturen. Dit had al lang gerealiseerd moeten zijn. En onze vraag is dan ook, op welke termijn gaat het college hiervoor zorgen? De Ombudscommissie wijst de gemeente op haar verantwoordelijkheid voor de inwoners die gebruik maken van beschermd wonen en vraagt of zij onder het sociaal kenteam kunnen vallen. Het college geeft daarop aan dat deze mensen vaak in een andere dan hun eigen gemeente wonen en dat daarom bemoeienis van het SKT niet wenselijk is. Geldt dit voor de mensen die vanuit Dalfsen elders beschermd wonen of juist voor de mensen die hier vanuit een andere gemeente zijn geplaatst? Op het moment dat ze beschermd wonen, vallen ze uiteraard onder hulpverlening van een instantie. Echter, wanneer er problemen ontstaan, waar kunnen ze zich dan melden? En dan lijkt toch eigenlijk een SKT wel het eerste aanspreekpunt. Nogmaals, voorzitter, we zijn blij met deze overzichtelijke rapportage en het feit dat er op veel gebieden meer inzicht komt in de effecten van de transformatie in het sociaal domein. En we zien uit naar een reactie op onze opmerkingen en vragen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kappertz. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze dank voor zowel de rapportages als voor de reactie van het college. We hebben een aantal vragen en opmerkingen en we zullen die met onze visie per onderdeel geven. Ik zal niet zo snel praten, zodat de wethouder het ook kan bijhouden. Het eerste, de halfjaarsrapportage. Het is een goede rapportage. Er komt steeds meer informatie. En we lezen dat het integraal werk op gang komt en daar zijn we blij mee. We steunen het komen tot een nieuwe vorm van deze rapportage. We denken daar graag over mee. Dan een aantal punten uit de rapportage. Wat betreft de vrijwilligersavond. Een prachtig initiatief wat heel goed aansloeg. Zelfs te goed, want het was erg druk. Dus misschien is het een idee om dit per kern te organiseren. Dan is het ook gemakkelijker te bereiken voor al die vrijwilligers die geen of beperkt eigen vervoer hebben. Op pagina 9 gaat het over het geringe aantal mantelzorgers tussen de 27 en 35 jaar. En er wordt een verklaring gegeven dat zij minder een mantelzorgcompliment aanvragen. Maar dat is geen verklaring, dat is meer een gegeven. De verklaring lijkt ons meer, en dat blijkt ook uit andere gegevens, dat mensen in deze leeftijd meer met andere dingen bezig zijn. Als het opbouwen van een carrière, het je voorbereiden op het stichten van een gezin, wat geen oudere ouders hebben. Dus het lijkt ons goed om daar goed mee om te gaan met verklaringen voor een bepaalde groep mantelzorgers die je mist. Over de PGB's. PGB-houders kunnen zelf zorgaanbieders zoeken. En bij Zorg in Natura controleert de gemeente de kwaliteit, de certificering en dergelijke van de gecontracteerde instanties. En hoe zit dat bij de besteding van het PGB? We hebben de afgelopen tijd een paar keer gehoord dat er wordt gewerkt door mensen die niet geregistreerd zijn. Hè. Sommige beroepen zijn niet beschermd, dus iedereen kan zich therapeut noemen. Hoe zorgt de gemeente dat daar wel toezicht op is en dat niet zomaar iedereen aangenomen kan worden voor die PGB-gelden? Road to Work, prachtig initiatief. Op pagina 15 staat een staatje met betrekking tot reïntegratie. En daaruit blijkt dat in de tweede helft bijna alles minder is. Minder bedrijfsbezoeken, minder proefplaatsingen en zo. En is daar een reden voor? Kan de wethouder dat uitleggen? En wat gaat er mee gebeuren? Dan over jeugdzorg. Er komt meer informatie, er wordt meer ondersteuning gegeven. Er is een hele mooie, heldere uitleg bij de cijfers. Dat geeft echt heel veel inzicht van hoe de dingen verklaard kunnen worden. We zijn blij dat er is ingegrepen om de wachtlijsten, de wachttijden te verminderen bij LVB en jeugd-GGZ. Want dan heb je het wel over hele kwetsbare groepen, waarin tijdige, adequate hulp erg belangrijk is. En kan de wethouder iets zeggen over de huidige wachttijden? Tot zover de halfjaarsrapportage, waarbij we een aantal zaken die goed gaan hebben benoemd. Hebben we vragen gesteld over de kwaliteitscriteria bij zin en PGB, mindere resultaten bij reïntegratie en de wachttijden in de jeugdzorg. Dan kom ik bij de rapportage van de Ombudscommissie en de reactie van het college. Het blijft goed dat deze Ombudscommissie er is. Onze dank dan ook voor hun werk en voor deze rapportage. En we steunen hun eigen voorstel dat ze meer aandacht gaan besteden aan PR en bekendheid. En dan over de aanbevelingen. Het college zegt in de reactie dat alle aanbevelingen de aandacht hebben en dat is natuurlijk erg mooi. Over twee aanbevelingen wil ik speciaal iets zeggen. Dat is ook aanbeveling 3. Het heeft al iets te maken met wat mijn buurvrouw erover gezegd heeft. De Ombudscommissie vraagt aandacht vanuit het sociaal kernteam. Het college stelt dat Dalfsen weinig te maken heeft met beschermd wonen, maar dat lijkt ons niet helemaal juist. De genoemde groepen zijn er inderdaad niet zoveel in Dalfsen, maar er is wel degelijk een groep die ook in Dalfsen beschermd woont.
En nu nog ligt de indicatie bij de centrumgemeente, maar dat zal ook gaan veranderen. Dus de gemeente heeft straks wel degelijk een opdracht als het gaat om de mensen die beschermd wonen. Dus dan lijkt me dit een beetje een magere reactie van het college. En over de crisisplekken voor de jeugd. Ook hier zegt het college, we hebben de aandacht voor. Maar wij zijn wel een beetje benieuwd, ja, en hoe staat het er dan nu mee? Is er al wat bereikt? Zijn er al plekken? En dat brengt ons eigenlijk bij een algemene vraag. En die is, wat is er gedaan met de vorige aanbevelingen? De Ombudscommissie heeft in een rapportage steeds aanbevelingen gedaan. En het college zei steeds wat ze ermee gaan doen. Het is bekend, het heeft aandacht, we gaan ermee aan de slag. Maar hoe staat het er dan mee? Is het mogelijk dat we een update krijgen over wat er met de vorige aanbevelingen allemaal is gedaan en hoe het staat met de uitwerking daarvan? En dan bij het laatste puntje, punt 3, dat gaat over de cliëntervaringsonderzoeken. Ook onze dank voor deze informatie, helder overzichtelijk beschreven. Het is jammer dat het over, mijn buurvrouw zei het ook, over 2015 gaat. Dat kan je zo moeilijk zeggen, hè? Want toen begonnen we eigenlijk pas met die hele transitie. Er is veel tevredenheid en dat is echt een compliment, ik wil het graag herhalen. Een compliment waard voor al die harde werkers in de zorg die met heel veel inspanning en heel veel enthousiasme en betrokkenheid hun werk doen. En tegelijkertijd worden er signalen afgegeven die aangeven dat er ook knelpunten zijn. We hebben twee vragen over. De eerste is, wat wordt er gedaan met de knelpunten die worden genoemd, zoals wachttijden, onduidelijke informatie, onbekendheid met cliëntondersteuning bij gesprekken, etc. Wat gaat het college daarmee doen? Het tweede punt gaat over de jeugd, en ook dat is al genoemd. Waarom is er zo weinig deelname aan dit onderzoek? En wat kan de gemeente doen? Dat is een goed voorbeeld gegeven. Wat gaat de gemeente doen om meer jongeren en ouders dit te laten invullen? Want het is wel echt heel erg cruciaal dat we daar wel de juiste informatie krijgen, want daar moeten we ons beleid ook op afstemmen. Tot zover onze opmerkingen, onze vragen en onze waardering voor al het werk wat is gedaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Ik kijk naar rechts. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Allereerst ook vanuit onze fractie bedankt voor de informatie. Ik zal me niet tot alle details en de vragen ingaan die we hebben. Heel veel wordt ook uitgelegd in de rapportage. Wat ons betreft, er ontstaat inzicht op basis van de cijfers. En wij vinden echt dat het college daar een compliment over verdient. Echter ook de duiding ontbreekt, maar dat constateert het college zelf ook. Van, ja, wat kan je nou met die cijfers die heel goed uitgelegd worden? Dus wij omarmen absoluut het voorstel van het college om er een onderwerp uit te lichten en daar de verdieping op te zoeken. We zijn ook benieuwd wanneer u dat gaat doen en welke u dan het meest belangrijk vindt om als eerste op te pakken. Nou, tweede punt, dat betreft de jeugdzorg. Dat is ook wel een punt wat ons wat zorgen baart. En we zijn benieuwd of u hetzelfde heeft gelezen als dat wij het lezen. Maar wij lezen dat er 73% van de ouders is tevreden over de jeugdzorg. Nou, draai je dat om, dat betekent dat 1 op de 4 niet tevreden is. Nou, hebben we dat nou goed gelezen? Want als dat zo is, dan is dat best wel zorgwekkend, vinden wij. Zeker als je dat dan combineert ook met iets in de rapportage dat we de kwaliteit van de zorgaanbieders niet goed kunnen toetsen. Overigens is dat ook een advies van de Ombudscommissie. Daar staat dan als reactie van het college van we gaan ermee aan de slag. Ik ben erg benieuwd naar een specifiekere duiding van wat dat dan is. We gaan ermee aan de slag, want het gaat juist om de kwaliteit. En niet alleen over de cijfers. We vragen ook dus nadrukkelijk aandacht voor de jeugdzorg. Nou, twee kleinere punten. Er staat in de rapportage nog opgenomen dat er zorgboeren uit de BVO stappen. We zijn benieuwd waarom dat is geweest. En we willen ook graag het compliment ondersteunen over het project Road to Work. Kortom, wat ons betreft, een goede rapportage op cijfers. We willen blijven benadrukken, het gaat om mensen en dus de geleverde kwaliteit en niet om de cijfers. Dat is het, dank u voorzitter. Dank u wel meneer Koetsier. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik heb nog een paar korte aanvullende vragen en opmerkingen. Op het begin ook wil ik even opmerken dat het een prima rapportage is wat ons betreft. En ook het voorstel wat erin staat om nog wat meer inhoud te geven en verbinding te zoeken met andere beleidsdoelen is wat ons betreft helemaal goed.
De interactieve manier om specifieke onderwerpen wat meer uit te diepen, ondersteunen we ook van harte. En dan citeer ik even een zin uit het stuk. Bij het opstellen van deze rapportage constateren wij dat er steeds meer sprake is van een integrale werkwijze in het sociale domein. Pagina 3, einde citaat. Deze zin geeft in essentie aan dat er sprake is van een omvangrijk en langdurig proces. We zijn er nog lang niet klaar mee, schrijft u dat eigenlijk, en het gaat ook nog even duren. Toch de vraag, kunt u een indicatie geven van waar we naar uw indruk staan? Zijn we halverwege, verder of minder ver dan dat? Uit de halfjaarrapportage wordt niet helemaal duidelijk of en in hoeverre de gegevens van Lemelenveld werkt zijn meegenomen. Zou u dat wel kunnen aangeven of gaat u dat eventueel nog op een later moment doen? Dan uit het stuk cliëntervaringsonderzoek, bijlage 5, daar blijkt dat veel mensen wel tevreden zijn over de verleende huishoudelijke hulp en schoonmaak, maar dat er nog veel ontevredenheid heerst over de contacten met de zorgaanbieder. De vraag die we daarbij hebben is of wordt overwogen om intakegesprekken in alle gevallen door de gemeente te laten doen. En het laatste puntje, dat gaat over het cliëntervaringsrapportage. Daar blijkt dat er vaak nog sprake is van onbekendheid en soms ook al wat gebrekkige communicatie. Daar zouden we heel graag aandacht voor willen vragen. Voor het overige zijn we blij met de stukken zoals ze liggen en prima wat ons betreft. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of de wethouder heeft bijgehouden hoeveel vragen en opmerkingen al heeft gehad. En ik had eigenlijk gedacht, ik wacht tot het laatste, kan ik het afronden op 44. Maar 66 waren, maar goed. Ik denk dat er al 44 geweest zijn, dus dat geef ik op. Ik zal tot 3 beperken. Op de eerste plaats, in aansluiting op wat ook de ChristenUnie zei, de grafiek die we hebben gezien over de mantelzorgers. En ik vond de uitleg in het stuk, evenals ChristenUnie, erg speculatief. Daar zitten we niet op te wachten. Want mijn vraag is dan, kan het ook niet zo zijn dat als uitleg voor dat patroon is dat tussen 27 en 36 het spitsuur in het leven is. Dat er werk, kleine kinderen enzovoort zijn. Dat mensen daar geen aandacht voor hebben. En dat tussen 57 en 66 bijvoorbeeld, wanneer je een piek ziet, dan zijn de kinderen niet meer thuis. Vaak is er ook geen werk meer, maar mensen zijn nog steeds wel fit. Dus dat zou ook best een uitleg kunnen zijn. Dan het rapport van de Ombudscommissie. Pik ik toch ook nog dat punt uit, want ik vind het erg belangrijk. Verder ga ik niet in herhaling vallen. Dat ChristenUnie en gemeentebelangen ook genoemd hebben. Dat is namelijk over beschermd wonen. We wisten al dat dat niet door DALS alleen geregeld werd. Maar het antwoord over die regionale inkoop vind ik toch niet geheel bevredigend. Ik vraag me namelijk af of dat al wenselijk is voor mensen met een binding met Dalfsen. Als je nou ouders hebt of familie die in Dalfsen woont en je hebt het nodig om beschermd te wonen, dan wil je toch niet afhankelijk zijn van iemand in Zwolle die daar een besluit over neemt. Ik vind dat Dalfsen als gemeente zich daar dan nadrukkelijk mee moet bemoeien. Wat vindt u daarvan? Dan is ook al opgemerkt dat het cliëntervaringsonderzoek over de jeugdzorg een bedroevende respons had. En er werden wat suggesties gedaan wat je dan als nulmeting of wat dan ook mee zou kunnen doen. Maar volgens mij kun je er helemaal niks mee doen. Want het is namelijk niet representatief. En je moet die dingen, daarom snap ik dat bureau ook niet. Als ik u was, zou ik eens heel serieus met dat bureau spreken die rapportage heeft opgesteld. Want volgens mij moeten ze die resultaten helemaal niet laten zien. Want ze zijn namelijk niet representatief en je kunt er in feite ook geen conclusies aan verbinden. Dus ze laten zien is in feite een gevaarlijk iets. Ik had dat bij mijn adviesbureau niet mogen doen. Goed, maar het bevreemdt mij dat die respons zo laag is. Jeugdzorg is zeer kostbaar. Ik denk dat die gezinnen die jeugdzorg ontvangen, dat die dat ook horen te weten dat het hartstikke duur is. En dat ze gemotiveerd moeten worden om mee te werken aan dit soort onderzoeken. Dus, dat waren een paar punten die ik had. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat zo'n beetje alle vragen die ik kan stellen over dit stuk wel gesteld zijn. Toch heb ik nog eentje gevonden die ik volgens mij nog niet gehoord heb. Dat is het systeem van de jeugdzorg, geeft u aan. Dat is op het moment ondoorzichtig. Kunt u aangeven of er ook initiatieven plaatsvinden om die ondoorzichtigheid op te lossen? Ik begrijp dat we daar als gemeente natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor zijn. Maar, en welke rol ziet u vervolgens voor de gemeente hierin? Dat was hem. Voor de rest een uitstekende rapportage. Dank u wel, meneer Veldhuis.
44 vragen plus nog 20. Nee, de... Meneer Van Martels, heeft u het bij kunnen houden? Ja, volgens mij heb ik het redelijk bij kunnen houden, voorzitter. Dank u wel. Aan u de beantwoording. Graag kort, ja, als het kan. Kort en bondig. Ik zal het proberen. Themagewijze, het ging, de eerste vraag kwam van gemeentebelangen af van mevrouw Kappert over de themagewijze aanpak als het gaat om jeugdzorg. Is dat, hoe gaan we dat een keer wat verdiepen en hoe gaan we er verder op in? En welk thema gaat het dan worden? Daar zal iedereen ook benieuwd naar zijn. Naar welk thema het gaat worden? Naar mijn mening zou het heel goed zijn om te praten hoe kunnen we zo preventief mogelijk werken in de gemeente, zodat we daar succes in kunnen boeken, zodat zorg die later in een later stadium naar voren komt, dat kunnen gaan beperken. Dat zou mijn voorkeur hebben, maar als er suggesties zijn bij de Raad om een ander thema te benoemen of te bespreken, te zijn de tijd. Wat mij betreft gaan we dat ook in mei duidelijk maken en dat wil ik eigenlijk nog wel voor de vakantie wat dat betreft hier aan bod laten komen, want het is wel belangrijk dat dat gebeurt. U had het over zorg in natura boven PGB, waarom we dat doen. Nou, in het stuk staat heel duidelijk weergegeven waarom we het doen. En u zegt, is het niet tegenstrijdig dat we de cliënt zo weinig mogelijkheden geven om zelf een keuze te maken? Nou, uiteindelijk hebben ze altijd zelf de keuze en die laten we ook toe. Alleen, we stellen wel heel duidelijk van tevoren van dat het misschien toch verstandig zou zijn om afspraak te maken met een van de zorgaanbieders waar wij contracten mee hebben afgesloten. Daarvan weten wij dat het betrouwbare partners zijn. En de partners, als je over PGB praat, weet je nooit helemaal zeker met wie er in zee wordt gegaan. Er werd ook al een vraag gesteld van hoe zit het met de kwaliteit dan van degene zorgaanbieders waarvan de cliënten met een PGB-beschikking te werk gaan. Is heel moeilijk te beoordelen. En het zijn ook inderdaad soms nieuwe partners voor ons. En dan is het voor de gemeente moeilijk om zicht te houden over de kwaliteit van het gebodene. En soms gaan mensen zelf een komt ook voor. Dan hebben ze een PGB-beschikking voor kinderen bijvoorbeeld. En zijn de ouders zelf die wat dat betreft de zorg als PGB-zorgaanbieder aanbieden. Komt voor, maar moeilijk om daar kwalitatief enig zicht op te krijgen om dat op ieder geval nadrukkelijk naar voren te brengen. Dus daarom is nog steeds zorg in natura is bij ons heeft de voorkeur. Maar we weerhouden mensen niet ervan om een PGB aan te vragen. En u ziet ook in de getallen, zowel financieel gezien als in de aantallen cliënten, dat PGB ook wel degelijk wordt aangeboden in de gemeente. Of tenminste dat die mogelijkheid bestaat. Dan heeft u het over de thuiszorgorganisaties en een schoon en leefbaar huis. Dat wij inderdaad als gemeente uitgaan van een schoon en leefbaar huis. Maar u zegt dat zorgaanbieders die werken nog steeds in uren. Ja, daar kan ik ook wel iets bij voorstellen. Want die moeten natuurlijk toch logistiek gezien zorgen dat ze enigszins een beeld hebben van kunnen ze uit de voeten met het begrip zoals wij het geformuleerd hebben. En ja, in de praktijk is het altijd nog zo die 2,2 uur per week. Die is voor heel veel zorgaanbieders leidend. Als we het toch over huishoudelijke hulp hebben. Ik weet niet meer wie de vraag gesteld heeft, maar toen werd ook gesteld van hoe zit het nou met de communicatie? Je ziet dat de mensen heel tevreden zijn over het feit dat er goede zorg wordt geboden, maar dat in de communicatie wel eens wat mis is gegaan. Ja, dat hebben we al een paar keer bij de kop gehad hier. En wij hebben ook al geconcludeerd dat hier 4 zorgaanbieders zijn. En bij 1 zorgaanbieder is dat behoorlijk verkeerd gegaan. Dat zie je ook terug in de cijfers. We hebben niet voor niks over 2015. Maar als gemeente hebben we echt nadrukkelijk met die zorgaanbieder om de tafel gezeten. En ze duidelijk gemaakt dat het qua communicatie echt beter moest. Dus we hebben zelf niet overwogen om het zelf helemaal weer ter hand te nemen. Maar het wel bij die zorgaanbieders te laten, omdat we hebben gezien dat bij 3 van de 4 partijen dat heel goed ging. Alleen bij 1, het was weliswaar de grootste, daar ging het minder goed. En dat zie je ook weer terug in de cijfers. Dus dat is inderdaad een constatering die juist is. De jeugd ziet u als een nulmeting. Hoe krijgen we nou bij de jeugd, ja die vraag die kreeg ik ook bij D66 al te horen, van de respons is nou heel laag geweest. Mag je het überhaupt vermelden? Ja, mag het zeker vermelden als het gaat om de respons bij ouders, want die was 24%. Dat is nog aanvaardbaar, dat is nog representatief. Maar de respons bij de jeugdigen zelf, 4%. Ik denk dat u daar een punt heeft van, dat is inderdaad, ja, ze worden wel weergegeven, maar of u daar nou echt conclusies aan kunt verbinden, dat denk ik ook niet. En hoe kunnen we nou voor zorgen dat we mensen verleiden om wel inderdaad
dat ze in ieder geval in beeld brengen van hoe ze nou de zorg ervaren. En dat is best moeilijk. Als het zo makkelijk was, dan hadden we misschien ook wel in de andere onderzoeken wat hogere respons gehad. Maar je ziet tegenwoordig ook steeds meer dat allerlei organisaties je zeker op internet doodgooien met allerlei vragen en aanbevelingen. En dan, men is op een gegeven moment ook moe van om allerlei cliëntervaringsonderzoeken te delen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dat hoor ik heel vaak. Sorry? Meneer Derksen wil graag aanvullen. Kan dat? Voorzitter? Neem me niet kwalijk. En meneer Royakkers heeft een aanvullende vraag daarop. Misschien dat we die eerst even kunnen stellen. Nou, mijn aanvullende vraag was, dank u wel voorzitter, is het dan niet mogelijk om bijvoorbeeld dat te verplichten? Want het kost hartstikke veel geld. U betaalt het. Waarom kun je daar niet iets tegenover stellen? Dat ze toch op zijn minst een antwoordformulier invullen. Ik vind dat raar dat dat niet kan. Meneer Derksen, nu het woord. Nou, misschien is het goed om sowieso te vermelden dat bij jeugdzorg een heleboel situaties direct worden doorverwezen zonder dat wij daar zicht op hebben. Los daarvan wordt er nu bij de er wordt nu regionaal aanbesteed voor 2018 en verder. Bij die regionale aanbesteding. En dat is dus het grootste deel van datgene van de zorg die wordt afgenomen. Daar wordt ook dit punt in, krijgt daar een plek in. Omdat we daar dan meer, of tenminste dat we dan daarmee hopen dat we daar beter zicht hebben. En dat ook de aanbieders van zorg daar een rol in gaan spelen. Geen garantie, maar wel een belangrijke stap om ergens toe te komen in ieder geval. Dank u wel, meneer Derksen. Dus verplichting, ja, dat lijkt me bijna onmogelijk om dat te gaan doen. Maar dat we op zoek moeten gaan om betere, respons te krijgen, dat lijkt me ook duidelijk. Maar vooralsnog moet u het met deze cijfers doen die nu gepresenteerd zijn. Overigens kan ik wel opmerken dat we niet ontevreden zijn over die, de waardering voor de manier zoals jeugdzorg wordt vormgegeven. Maar ook met name de cijfers van de WMO, die stemmen ook tot tevredenheid. Ja, meneer Koetsier die stelde nog een vraag van 73% is tevreden. Wil dat nou zeggen dat 1 op de 4 niet tevreden is? Nou, zo zie ik het niet, want als u op de grafiek keek, dan zag u ook dat, dat kon je invullen soms of nooit. Het aantal mensen dat nooit tevreden was, dat was heel klein en enkele waren soms ontevreden. Dus je kunt dat nooit zo vertalen als kwart 25% is ontevreden. Maar het komt wel eens voor dat men ontevreden is en als zodanig interpreteren we het ook. En, en dan is het inderdaad ook niet altijd gerelateerd aan de activiteiten die de gemeente organiseert, maar bij sommige zorgaanbieders komt dat wel voor. Maar zoals gezegd zijn we op zich wel tevreden met die goede resultaten. Maar als dat het ook representatief is, bij ouders kunnen we dat inderdaad wel zo stellen. En bij de WMO zeker, want daar was de respons 37% en dan kun je echt wel stellen dat het cijfers zijn die de realiteit benaderen. Participatiewet, er wordt opmerking gemaakt. We hebben hier geen vluchtelingen in de gemeente Delft. Ja, juiste opmerking. Dat zullen we in de tekst ook aanpassen. Want dat is inderdaad iets wat toen ik vandaag ook nog een keer weer las. Toen viel me dat ook al op. Dus inderdaad, vergunninghouders moet daar staan. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de algemene voorzieningen. Ja, dat kwam heel duidelijk naar voren. Heeft ook weer te maken met communicatie. Weet men al wel welke algemene voorzieningen er zijn? Ook voor de gemeente weer een eye-opener om die punten waarvan je kunt opmerken dat verbetering behoeft en dat je daarop inspeelt en dat ook duidelijk gaat maken. Overbelaste mantelzorg, het hele mantelzorgonderwerp. Ik vind dat we daar het afgelopen jaar heel veel goeds hebben gezegd in de notitie, mantelzorgbeleid. Dit is allemaal gerefereerd aan 2015. Ik ben ervan overtuigd dat hetgeen wat we in gang hebben gezet, dat het zal resulteren in ieder geval in verbeteringen. En ja, waar we het meeste zorgen over hebben is natuurlijk over de overbelaste mantelzorg. Hoe kunnen we in het vroegtijdig stadium die mensen die dat dreigen te gaan worden, dat we die in beeld hebben. En dat die met behulp van de werkgroepen mantelzorgen in de verschillende kernen en samen met de mantelzorgcoach tot een passend advies kunnen komen. Om mensen in ieder geval op die manier te ondersteunen. Dus daarvan hoop ik inderdaad dat zijn vruchten gaat afwerpen. Maar dit is in 2015 een opmerking die door alle partijen zijn gemaakt op dat vlak. Ja,
Daar zijn we mee aan de slag gegaan al. Het zijn ook geen nieuwe signalen die nu worden afgegeven. Integendeel, het is een bevestiging eigenlijk van wat we al wisten. Mantelzorg compliment. Hoe kunnen we daar nog een... Die koppeling waar u het over had, hoe kunnen we die nog aanbrengen? Als voorbeeld noemde u een gemeente. Doesburg. Ja, kunnen we... Dat neem ik ter harte, zulke suggesties, om te kijken van of wij daar iets mee kunnen. Maar ik kan daar volgens nog niks over zeggen. Maar uiteraard kunnen we eens even kijken van of dat tot iets gaat leiden waarvan wij kunnen zeggen van dat is behulpzaam om in ieder geval meer mantelzorgers in beeld te krijgen. En ook om ook nog even over die leeftijden trouwens van de mantelzorg verslag erover. Van, u zei van er worden voorbarige conclusies getrokken als het gaat om die groep van 27 tot 36 jaar. Dat zou ongetwijfeld kunnen, maar misschien moeten we iets voorzichtiger mee zijn om dat soort uitspraken te doen. Maar het was voor ons alleen maar een poging om iets waarvan wij veronderstellen dat dat tot de mogelijkheden behoort, om dat in ieder geval weer te geven. En of het helemaal juist is, ja, dat weet ik niet helemaal zeker, maar het is wel een vermoeden. Een beschermd wonen kwam ook een paar keer aan bod. Hebben we daar als sociaal kernteam dan helemaal geen enkele... rol in? Moet het sociale kernteam daar dan geen rol van betekenis in kunnen spelen? Nou, die spelen wel een rol van betekenis, alleen het gaat om hele kleine aantallen, dat hebben we ook geconstateerd. En het vraagt wel een hele specifieke expertise en die is gewoon in de regio voorhanden. Daarom is het eigenlijk voor ons voor de hand liggend dat we dan ook doorverwijzen naar die expertise die in de Zwolle wel voorhanden is. En daarom trekt het sociale kernteam zich daar... bemoeit zich daar niet al te veel mee. Vrijwilligersavond per kern. Ja, we hebben inderdaad gezien dat het een groot succes was afgelopen jaar. In de trefkoer dat er heel veel mensen op afkwamen. Dat die mensen ook wel de behoefte hebben om op dergelijke avonden te bezoeken. En toen werd bij ons ook al direct de conclusie getrokken. Ja, dan moeten we toch eens gaan kijken als het zo'n groot succes is om het inderdaad misschien per kern te gaan doen. En wie weet gaat het ook gebeuren. Maar we zijn in ieder geval blij dat die eerste avond, want het was voor de eerste in de geschiedenis dat we dat in Dalfsen hebben georganiseerd, dat dat in ieder geval een succes is geworden. Mantelzorg zeg ik nu even niks over. The Road to Work, een succes, werd het compliment beschouwd. Ja, meneer Van Leeuwen is inderdaad vanwege zijn oogdruk vertrokken. Dus ik kan niet alle vragen beantwoorden als het gaat over de participatiewet, maar er waren ook niet heel veel vragen erover. Dus... ik denk niet dat we daar nog iets op hoeven toe te voegen. Want er staat bijvoorbeeld reïntegratie, tweede helft, minder resultaat. Hoe komt dat? Ja, dat is dan die enige vraag die ik dan waarvan ik zeg van dat heb ik niet helemaal paraat. Maar daarvan zal ik in ieder geval zorgen dat het antwoord tot u komt. Wachtlijsten jeugdzorg, hoe is daarmee gesteld? Nou, in ieder geval kunnen we wel eens duidelijk maken dat als er echt urgente hulpbehoevendheid, als daarvan sprake is, dat dat wordt gerealiseerd. Maar als het gaat om bijvoorbeeld dyslexie, aanvraag, dat daar enige wachttijd op zit, dat gebeurt soms. Het ene onderwerp is minder urgent dan het andere. Waar we wel mee kampen in de regio is dat we heel duidelijke afspraken met de zorgaanbieders hebben gemaakt van, mocht er een wachtlijst dreigen te ontstaan, dan is de zorgaanbieder ook verplicht om dan door te verwijzen naar een andere zorgaanbieder die dezelfde expertise kan verrichten of in ieder geval over dezelfde expertise beschikt. Alleen we zien in de praktijk dat niet alle zorgaanbieders daartoe bereid zijn. Dan houden ze zich toch niet helemaal aan datgene wij eigenlijk graag zouden zien. Maar dan zie je ook wel een beetje dat men geneigd is om het bij zich te houden. En soms is het ook gewoon zo dat cliënten zelf zeggen, we wachten gewoon een periode, want we willen bij een bepaalde zorgaanbieder blijven, ondanks het feit dat er misschien wel wordt doorverwezen. Dus het is van alles een beetje, maar de wachtlijsten zijn wel minder groot dan voorheen. Maar helemaal voorkomen kun je ze ook niet. En er dreigde afgelopen jaar ook bij de LVB bijvoorbeeld wel even een wachtlijst. En toen waren de zorgaanbieders die stelden van, we hebben te weinig geld. En we zijn in gesprek gegaan met die zorgaanbieders en we een aantal gevallen hebben geconcludeerd dat die zorgaanbieders ook extra geld nodig in ieder geval dienden te hebben. En dat is ook gehonoreerd in een aantal gevallen, maar alleen op basis van goede gesprekken, goede argumenten. Daardoor hebben we wel het budget overschreden, maar we hebben altijd gezegd, die zorg is belangrijker en dan moeten we maar even het budget iets overschrijden. Maar we willen in ieder geval voorkomen dat
in te grote mate die wachtlijsten gaan ontstaan en dat er geen goede zorg zou geboden gaat worden. Wat dat betreft zijn we als regio wel, opereren wel anders dan in andere regio's. Er zijn 42 regio's in de jeugdzorg, maar een aantal regio's zegt ook gewoon dit is het budget, daar moet u het mee doen en basta. Dat hebben we hier niet gedaan. Dan zijn we inderdaad vrij mild geweest, maar ja, wel met de consequentie dat het budget is overschreden. Want van de 106 miljoen die beschikbaar waren in deze regio, is het afgelopen jaar gebleken dat we 112 miljoen hebben uitgegeven. Dus een overschrijding van 6 miljoen. En daarvan neemt Delftse dan zo'n beetje 4 à 5% voor zijn rekening. Maar straks wordt het allemaal anders, want het is die financiële verevening van de baan, 2015-2016, nog een financiële verevening. Vanaf 1 januari 2017 niet meer. En nou ja, dan zullen we ook eens zien wat dat voor consequenties gaat hebben voor onze gemeente. De ombudscommissie, ja, er wordt al gesteld goed dat die er is. Ja, daar ben ik ook van mening. Er komt toch met goede suggesties, aanbevelingen, waar we wat mee moeten. En wat hebben we er dan mee gedaan, was dan ook de vraag. Hebben we er dan ook wat mee gedaan? Ja, we doen er wel degelijk wat aan. En waarom kunnen we dan niet direct morgen die goede brieven opstellen? Nou, naar onze mening zijn we daar direct mee aan de slag gegaan. En denken we ook dat we de goede stappen hebben gezet. Maar soms kun je wel eens geconfronteerd worden met het feit dat je denkt heel goed bezig te zijn. En dat de buitenwereld zegt van nee, dat moet toch anders. En daar is hier ook wel een beetje sprake van. Dus we nemen het te harte, we hebben verbeteringen aangebracht. Maar we gaan verder in het proces om het te vervolmaken. Daar zijn we mee op weg. Maar die ombudscommissie, blij dat die er is. En wij nemen ook al die suggesties, dat heeft u ook gezien. Die nemen we ook te harte. En eigenlijk zou de ombudscommissie zelf, u zou ze eens een keer zelf moeten uitnodigen om te vragen van, ja, wat doet de gemeente er nou mee? Heeft u de indruk dat de gemeente naar ons luistert en ook daadwerkelijk het oppakt? Nou, naar mijn mening doen we dat. Maar als er signalen zijn dat het onvoldoende tot uiting komt, dan horen we die ook graag. De huishoudelijke hulp, ontevreden zorgbieden, daar heb ik iets over gezegd. Gebrekkige communicatie. Nou ja, dat had inderdaad ook die huishoudelijke hulp en over die ene zorgaanbieder mee te maken nog. Beschermd wonen, daar heb ik ook iets over gezegd. Regionale inkoop. Jeugdzorg bedroevende respons, ook wat nodig over gezegd. Het systeem van de jeugdzorg is ondoorzichtig. En hoe komt dat? Nou ja, dus geen vergelijking door de jaren heen is er mogelijk. Het systeem is ondoorzichtig ook vanwege de toegang. Je hebt die DWC-methode, diagnosebehandeling en die C die stond voor, was het voor, ja, combinatie. Techniek, dat heeft ook ermee te maken dat het inderdaad ook sprake van is. En de huisartsen, ja, we hebben ook niet altijd overzicht van, er wordt heel veel door huisartsen ook doorverwezen, dus daar hebben we niet altijd al het overzicht over. Dus vandaar die ondoorzichtigheid waar u naar vroeg. Naar mijn mening, voorzitter, ben ik een behoorlijk eind gekomen met de beantwoording van de vragen. En mocht er nog een vraag openstaan, dan hoor ik dat wel. Dank u wel, meneer Van Meutels, voor de eerste reactie. Er zijn nog wel wat vragen onbeantwoord volgens mijn lijstje, maar dat hoor ik dan graag van de commissieleden. Meneer Koetsier, CDA. Nou, één vraag, en dat is een kleine vraag, maar er kan veel achter zitten. Dat is de vraag waarom er 3 zorgboeren uit de BVO zijn gestapt. Oh ja, nou ja, het is niet zo dat de zorgboeren uit de BVO zijn gestapt, want dit heeft met het WMO te maken. Die zorgboeren zijn uit de coöperatie Zorg en Boer gestapt. Dus het is niet zo, want de BVO heeft alleen betrekking op de jeugdzorg en dat is een bedrijfsvoeringsorganisatie. Ik bedoel ook de boerenzorg, ja. Ja, dus, en bedoelt u dat, nou, daar hebben wij niet altijd zicht op natuurlijk, want hoe die coöperatie boer en zorg, hoe die verhouding is met de zorgboeren, dat is die heeft geen relatie rechtstreeks met de gemeente. Dus die coöperatie die heeft alleen met die zorgboeren uit het Vechtdal, heeft die de contacten. Maar er zijn wel vermoedens, ik heb al signalen gehoord, dat het nog niet vanaf het eerste uur liep zoals ze het graag zouden willen zien. En dat ze hebben besloten om daar afstand van te nemen en rechtstreeks de contracten met de gemeente af te sluiten. Dat is de reden. Maar ze zijn dus niet uit de BVO, maar wel uit de zorgcoöperatie. Ja. Dank u wel, meneer Van Meutels. Mevrouw Lasje, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij heb ik nog twee punten. En de ene gaat over die crisisplekken voor jeugd. Er staat van, daar wordt wat aan gedaan en daar hoor ik graag antwoord op. En de tweede is de algemene vraag die we hebben gedaan. En u heeft er wel iets over gezegd. We zijn ermee bezig en we werken en het gaat niet allemaal zo snel. Maar is het mogelijk dat we een terugkoppeling krijgen van de aanbevelingen en hoe dat is opgepakt? Want elke keer wat ik zei, we krijgen elke keer weer nieuwe aanbevelingen en... Op een gegeven moment moet je alles weer terug gaan lezen en dergelijke. En het is ook belangrijk dat we weten wat er daar gedaan. Het heeft onze aandacht en we doen er iets mee. We zouden graag een lijstje hebben van, hey, dat waren de aanbevelingen en dat doen we ermee. Als dat mogelijk is. Volgens mij waren dat de twee punten die ik nog had, voorzitter. Nou, het laatste punt. We hebben het in de tekst wel degelijk verwerkt. Wat we allemaal met de aanbevelingen doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat u moet zoeken in de tekst. Om nou eens even, u wilt eigenlijk een goed overzicht hebben van welke... aanbevelingen zijn er allemaal gedaan. Wat hebben we ermee gedaan en wat zijn daar dan weer de resultaten van? Nou, als ik u daar heel blij mee kan maken, doe ik dat graag natuurlijk. En de anderen ook waarschijnlijk. Maar nee, dat is een kleine moeite voor ons. Want sinds dat de ombudscommissie bestaat, hebben ze een aantal aanbevelingen gedaan. Die zullen we nog een keer op een rijtje zetten. Sommige zijn ook, hebben overlap, ze zijn een paar keer dezelfde opmerkingen gemaakt. Maar u wilt gewoon weten waar u naartoe bent. En als het gaat over die crisisplekken. Ik weet dat daar wel veel over wordt gesproken. Maar concreet weet ik eigenlijk niet waar dat nu op dit moment toe heeft geleid. Want we zitten nog in... Wat zeg je? We moeten even nadenken. Dan moet je inderdaad even goed bekijken van wat de huidige stand van zaken is daarover. Maar, want er zijn namelijk nog niet concreet daar iets... Kan ik daar concreet iets over zeggen. Maar dat zal ik u ook doen laten toekomen. Dank u wel, meneer Van Mertels. Daarmee voldoende antwoord op alle gestelde vragen. Het was veel. Complimenten voor de rapportages heb ik vanuit alle hoeken gehoord. Van alle commissie, of van alle fracties ook. Een leesbare rapportage. En dat is fijn om te horen. Het was ook veel leeswerk om te duiden, heb ik begrepen. En daardoor waren er natuurlijk ook een aantal vragen. Er zijn veel acties benoemd en ook verbeterpunten benoemd. U heeft aangegeven dat u zult proberen de verbeteringen gestalte te geven. Ik heb een drietal toezeggingen genoteerd. De crisisplekken, daarop zal een technische toelichting komen. Het thema preventie om voor de zomer uit te werken, waarschijnlijk in mei. Dat laatste, dat was waarvan ik zei van dat komt misschien als eerste in aanmerking. Maar ik ben ook genegen om te zeggen van als er vanuit de raad thema's worden benoemd waarvan de raad zal zeggen van dat is misschien, ja dat komt eerder in aanmerking, dan wil ik dat ook overwegen natuurlijk. Met de volgende halfjaar rapportage daarop verder schakelen? Vraagteken. Maar het moet al eerder worden uitgelegd, dus binnenkort moeten we duidelijk maken van welk thema het nu gaat worden. Dus mijn voorstel is over preventie iets te gaan doen, maar zoals gezegd, aanbevelingen voor andere onderwerpen zijn ook welkom. Prima, dan horen we dat voorstel van u graag. En het overzicht van de aanbevelingen van de ombudscommissie. Wat heeft u ermee gedaan en wat was het resultaat, heeft u toegezegd? En mevrouw Lasje heeft... Heb ik niet goed geluisterd, maar er was toch een toezegging over iets te zeggen over die verschillende cijfers rond integratie, reïntegratie. Zouden we ook schriftelijk krijgen? Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. Ja. Waarvan akte, genoteerd, ook door de griffier. Neem me niet kwalijk, mevrouw Lasje. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, nog even op dat punt wat de wethouder nu vraagt over het thema. Wil hij dat nu stantepeden of krijgen we er nog even een paar dagen de tijd voor om dat nog even door ons door te laten dringen? Meneer Derksen, neem niet kwalijk. Volgens mij heb ik laatst met de griffier een afspraak gemaakt om binnenkort een afspraak met een aantal van jullie te hebben over het vervolg op de halfjaarrapportage, waarin we met elkaar gaan bepalen wat de inhoud zou moeten zijn. En het lijkt me daar de juiste plek om met een behoorlijke delegatie uit deze raad om dat samen te bepalen. Dank u wel voor deze aanvullende toelichting. We hebben kennis genomen van alle rapportages. Waarvoor hartelijk dank. Meneer Derks, ook dank voor uw aanwezigheid en toelichting. En daarmee hebben we agenda punt. En dan moet ik altijd weer naar de nummering kijken. 7 voldoende behandeld. En wil ik overgaan naar agenda punt 8, vaststelling van de besluitenlijsten.
En er staan er twee voor en dat is de besluitenlijst van 6 februari 2017 en 13 februari 2017. Akkoord, wat u betreft, akkoord, hiermee vastgesteld. Punt 9 is aan de orde, de sluiting van de vergadering. Hartelijk dank voor uw inbreng. Het was heel veel leeswerk, heb ik zelf geconcludeerd, deze vergadering. Maar we zijn tot een goed einde gekomen, ook dat is weer fijn. Fijne avond voor die rest en hartelijk dank.